Het was een soort kinderdroom. Daar wil ik. De grootste kat van Zuid-Amerika. fotograferen. Ik hou van de roofkat. Ik studeerde recht in Amsterdam en dan, uh, als bijbaan deed ik modellenwerk. Oké, okay. mooi boy. Ja toch? <lacht> <lacht> Tuurlijk. <lacht> als, als het nu over RTL Late Night gaat, dan gaat het over bij een aantal collega's die, die betitelt het nog steeds van ja, mislukt bij late night. Als je het hebt over de documentaire, bedoel, heb, ik docu heb ik foto's gemaakt. Ik heb een magazine gemaakt. En dan lees hobbyfotograaf. Ja. Oké, okay, hobbyfotograaf. Ja, dat kan. Uh, er komt een museum tentoonstelling aan in het najaar. Ik heb een museum tentoonstelling gehad in de fundatie. Uh, genomineerd. Toch? Genomineerd op het ja. ja, Genomineerd ja. voor een tegel. Uh, publicatie in de New York Times. Maar noem het vooral hobbyfotograaf, prima. Ja. Wat ik zeg, op tv zijn er heel weinig mensen, mensen met een donkere huiskleur die op een hoog level aan het schitteren zijn, je moet je voorstellen, iemand. ...heeft al minimaal drie jaar zijn bil niet gewassen. Oh. Zo ruikt het. Oh. Dat komt en dan op je kleren, al het stonk. Ja. Van, je moet je niet zo aanstellen, je bent altijd maar aan het bewegen. Echt? Maar er zijn mensen waarschijnlijk die niet zelf kunnen bewegen. <laughs> This game, man. Hey, what's up? Yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna, Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up? DJ Khaled. Hey, what's up, everybody? This is j Balbi. Nando Lick. Okay? Okay, okay? Fernando. X is in that station for a reason, baby, aight? Nando Lick. Real Talk. Yo, yeah, what up, your boy Fernando. Welkom bij een gloednieuwe podcast. Real Talk, de podcast waar ik in gesprek ga met inspirerende mensen... Zoals je weet heb ik heel veel bijzondere gasten de afgelopen tijd gehad. Mocht je wat gemist hebben, check sowieso het kanaal. En vergeet niet te abonneren, te liken. Als je liefde in je hart hebt, moet je liken en supporten. Want daarmee gaan we het kanaal groter maken. Al jaren kijk ik naar deze man op tv. Die man heeft alles bereikt wat je maar kan bereiken. Mijn moeder zei, als je Umberto Tan ooit <laughs> kan interviewen... boy, dan heb je het voor elkaar gekregen. Ondertussen is er een vriendschap ontstaan. Ik vraag hem soms om advies. We appen, we bellen... En een tijd geleden wilde ik hem al uitnodigen. Wij zijn Nando. Ik ben met een toffe documentaire bezig. Ik ben naar Suriname gegaan. Ik heb er twee jaar aan gewerkt. En die man ging op jacht naar een Jaguar. Of hij die Jaguar gevonden heeft, dat hoor je zo meteen. De ambitie van deze man ga je in deze podcast meekrijgen. Waar hij vandaan is gekomen, waar hij naartoe gaat. Hij is een loos, hij doet het allemaal. Een van de meest inspirerende presentatoren van Nederland is hier in de beelden, in mijn podcast. In mijn talkshow. Voor de eerste keer. Umberto Tang! Samen? Nee, je. Ja, een koningin van je is, uh, is aan. Oh. <laughs> het is net zo warm als je, als je, als je open haart. <laughs> <laughs> nee, maar het is real. Want, um, je weet het voor van mij, van, ja. als kind groeide ik op en dan zag ik jou. Jij, jij bent op tv sinds 1991. Ja. Voor tv. Um, dat is in 1993. Ja, dat bedoel ik. Ja. En voor mij was je... Ik dacht van... Hey, is dat een blanke man? Op tv had je ook haar. En dat, ja, en dat, ja. Gewoon 30 jaar. hè? Dus je 30 jaar op de Nederlandse televisie? Sta je er wel eens bij stil dat je dit vak al zo lang doet en succesvol. Toevallig vandaag. Echt? Hiervoor uh, had ik een ander interview mm -hmm. voor een televisieprogramma. Mm -hmm. Want het is uh, dit jaar, 25 jaar geleden, dat de gay games in Amsterdam waren. En oh, de gay games. Het was toen een um, soort Olympische Spelen voor gays, mm -hmm. uh, met culturele aspecten, maar ook uh, met sport. Ik presenteerde dat. Oh shit, serieus? 25 jaar geleden. Oh, wow. Ik presenteerde dat. En um, ze wilden met me praten om te kijken: van... hé, hey, hoe kwam het dat jij dat presenteerde toen? Ja. Um, en hoe kijk je naar 25 jaar geleden, uh, 25 jaar later op terug? En ik zag beelden van mezelf, ik kon me niet eens herinneren, zo'n dingen. <laughs> <laughs> ik, kom, ik kom in de arena hebben gezeten. Dat wist ik nog wel. Yeah. Toen zei ze, maar je hebt ook nog op de Dam heb je gepresenteerd. Ik zeg, op de Dam? Ik heb gekeken en dacht van... Zelfs nu ik het zie, weet ik het niet. Wauw. Nou, ik, ik heb zoveel gedaan dat je dingen gewoon gaat vergeten. Ja. Yeah. Althans, je, kennelijk. Ik, want je begon zeg maar als... Ik weet nog dat je ooit diplomaat wilde worden. Ja. Yeah. En op een gegeven moment ging je advocatuur doen. Je bent op een gegeven moment meester in, in de rechten. Ja. Yeah. En op een of andere dag dacht jij... Ik ga iets met de media doen. Wat is die switch? Want heel veel mensen. Uh, ja, het gekke. De nee, weet je wat het is? De media dacht op een, uh, op een, op een gegeven moment. we gaan, moeten iets met die jongen doen. Ik dacht het niet. Echt? Ja, het is echt andersom gegaan. Kijk, ik deed. toen ik nog studeerde. Ik studeerde recht in Amsterdam. en dan uh, als bijbaan. deed ik modellenwerk. Okay. Mooi boy. Ja toch? <lacht> Tuurlijk. <lacht> en ik dacht, huh? hoe kan ik. Uh, geld verdienen. Uh, zonder veel te doen. En toen ben ik naar een modellenbureau gegaan. En ik had een paar foto's, ook via VIA. Dat ik had een keertje, was een, keertje een, uh, een, een fotoshoot gehad. En toen ging ik naar een modellenbureau, Corinne's Agency. op de Prinsengracht. Ja. Dat was toen een groot modellenbureau in, in Amsterdam. Ja. Ik ben er binnengelopen, daar zat Hans. Een boeker. En hij zei: Goedemiddag, wat kom je doen? Ik zeg: Ik kom me inschrijven. Hij zei: Oh ja, is zat zo. Ik zeg ja, ik denk, ik denk dat we er allebei profijt van gaan hebben. Dat zei je ook tegen hem? Ja, Want ik zei tegen hem: ik, Oh ja, en, ze, en hoezo dan? Ja. Ik zeg nou: Ik heb geen agency en ik heb nu al een paar boekingen gedaan. Ja. Ik heb precies twee gedaan, dus ik, ik loog niet. <laughs> ik heb twee boekingen gedaan: eentje voor melk en eentje voor, ik geloof, voor de overheid iets. Ja, ja. Ik had ze allebei meegenomen. Ja, ik heb een paar meegenomen. Kijk deze. Ja. Precies, die waren het ook. Hij zei, toen zei hij tegen me, en zo zie je dat je soms afhankelijk bent van, de, van mensen, dat mensen dat je gunnen. Ja. Toen zei hij: Ik vind jou wel leuk. Jij bent grappig. Jij bent zelfvertrouw, je hebt zelfvertrouwen. Ja. We gaan het gewoon proberen. zei hij: Ik ga je inschrijven. Uh, en de volgende dag, toen belde hij mij. Toen zei: Humberto, heb jij iets te doen overmorgen? Ik zeg: Want nou, ik heb een klus voor je in Duitsland. Twee dagen, uh, 1200 mark per dag. 1200 mark, toen, moet je vergelijken met nu, uh, 600 euro. Ja. Dat is bizar veel geld. Ja, man. Ik zeg, sorry? Twa dat moest je doen, gewoon een uh, modellenklus. Uh, het was een, het was een <laughs> doorpas. Dus dat betekent, ik ging naar een ruimte zoals dit, in een gebouw. Ja. En er was een bedrijf, was daar een kledingbedrijf, die hadden een winterkleding, wilden ze gewoon op een model zien. Dat ja. was niet eens voor het groot publiek, was alleen voor het bedrijf ja. dat je die kleren moest aantrekken ja. in de zomer. Kle ja. Winterkleren. Om te kijken: van zit het goed? Moeten we de vormgeving aanpassen? Dat was het. Twee dagen lang. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, en dat heb ik toen gedaan en ik kreeg niet zo heel veel werk hoor. Uh, want voor zwarte mannen was het gewoon veel lastiger natuurlijk dan ja. uh, in Nederland. Nog ja, steeds. Nog steeds. <laughs> Nog steeds. Maar dat was toen ook al. Ja. Maar ik werkte één keer per maand misschien. Mm -hmm. Twee keer per maand. Een keertje een reisje daar naartoe. Maar dat was voor mij voldoende. Ja, dat was gewoon extra verdienen. Ja, want ik studeerde. Ik studeerde. Nou, ja. en, bij, en tijdens van een van die klussen, daar was Hans van Wilgenburg. Hij presenteerde dat. De Margriet en CNA-modeshow. Welkom allemaal hier in deze zaal. Bent u klaar voor een uurtje vol mode? Dit is echt uniek mode en muziek. Het is allemaal show. En ik was model. Ja. En uh, dan ging je door het hele land. Uh, voor een periode van vier, vijf weken. En Hans, dit weet ik achteraf. Dat wist ik toen niet. Hans die had toen bij de KRO al gezegd van. Er loopt een jongen hier rond. Daar moet je eens naar nou komen kijken. Hij is heel talentvol. Vrolijk. Slim. Uh, is zou nooit komen kijken. Maar degene die daar ook werkte. Ja. was de vriendin van John de Mol. Oh, oh wow. Els Verberk. Els was uh, de choreograaf. Uh, de cho choreograaf van, van, van het ballet. Mm -hmm. Er waren modellen en er waren ballerines en zangeressen. En. via Els. kwam ik weer in de figuratie. bij Doet het of Doet het niet? Oh, ja. Achter de schermen ben nou, gewoon. Uh, welkom allemaal. Dan gingen we, gingen we bijvoorbeeld met. Wil ik Alberti zingen? Uh, playback hoor. Ja. Yeah. Uh, of. Uh, ja. En uh, dat, dat deed ik bij John de Mol. En zo ging je via En zo, en zo de leerde ik John de Mol kennen. En yeah. die heb me op een gegeven moment gevraagd bij de Avro. Want daar was een jongerenprogramma. En dat werd Forza in 1991. Ah. En. Um, en ik was ook nog. Daarvoor heb ik bij Sonja Baard aan tafel gezeten. Omdat mijn toenmalige vriendin. zat bij de stiefdochter van Sonja Baard in, in de klas. Wauw. En toen zat je in het programma volgens mij iets met zeven, toch? Ja, de tafel van zeven. Tafel van zeven. En dat waren zeven gewone burgers. Ik was ja. student, gewone burgers. Die hun mening gaven over het nieuws. En daar had de directeur toen van de VARA. die had mij daar gezien. En die dacht van: hmm. Die belde mij ook voor de AFRO, voor het jongerenprogramma. Dus John de Moor belde me daarvoor. Ja. Maar ook directeur van de AFRO. Maar dat zijn gewoon grote namen die jou. Die mij zagen en, en die en... hadden zoiets van: hé, hey, jij bent interessant. Mooi, man. Jij bent interessant. Heb jij was nagedacht over? Ik zeg, nee. Wauw. Nee. En in de eerste instantie zei ik tegen de directeur van Aver die mij belde... Ik zeg, ja, maar ik wil gewoon de advocatuur in of diplomaat worden. een van die twee, maar ik ga niet uh, televisie... En de volgende dag belde John de Mol. Dus twee dagen op rijwerk gebeld voor, en voor dezelfde klus waar ik niet op had gesolliciteerd. <laughs> en toen dacht ik, oké, okay, maar dan... Is, je bent wel echt arrogant als je... De, uh, nu tegen beide nee zegt. Ja, the prices went up. Wat ze willen hebben, dus the prices went up. <laughs> en zo is het, zo is het begonnen. Wow. Ik bedoel, 91, nu zijn we 30 jaar later. Ongelooflijk. En dan wat ook nog bijzonder is, is, zeg maar, volgens mij uit mijn hoofd, in 2016 won je ook nog eens de Sonja Barend prijs. Ja, klopt. Het lijkt op een soort full circle moment. Ja, ja. ja, en dat kreeg ik uit handen van Sonja Barend ook wel voor het beste interview van het jaar. Uh, was een interview toen met uh, de Bataclan jongens. Die. Uh, in Bataclan in Parijs op 13 november, was het vrijdag 13 november volgens mij. Was er een aanslag in een, in een, in een club. In een concerthal. Er waren vier Nederlandse jongens. Het was op vrijdag en op maandag waren de jongens bij mij bij RTL Late Night. En dat was een lang interview met die vier jongens. Uh, iets van 40 minuten of zo. En dat interview werd uh, gekozen als uh, beste televisieinterview van het jaar. Wow. En dat was de Sonja Barrett Award. En die kreeg ik van Sonja Barend, waar ik dus ooit begonnen ben aan tafel. Je, dat is een ja. soort, soort full circle moment. Het viel ja. me gelijk op toen ik zag: Hé, hey, hij won die prijs. Maar ja. hij was voor het eerst echt zeg maar, op tv van ja, haar ik, programma. dat ja, vond ik wel heel bijzonder hoor. Ja, want vond is dat je meest bijzondere prijs die je hebt? Dat je denkt van: daar heeft, Want je hebt veel prijzen, daar gaan we het straks over hebben. Maar, maar is dat een van die prijzen die je denkt van: hé, hey, dat betekent extra veel? Of? Ja, dat denk ik wel, omdat. Um... Om, om twee, twee belangrijke redenen, denk ik. Uh, het was belangrijk <clears throat> omdat het echt een teamprestatie was. Dus de redactie had die jongens binnengehaald. Uh, de redactie was naar die jongens toegereden om uh, op maandagochtend om te kijken: oké, okay, ze hadden al ja gezegd tegen ons. Uh, maar ja, weet je, om toch een beetje met ze te praten, om ze rustig te, te hebben. Um, de visagisten die uh, die jongens rustig probeerden te krijgen in de stoel. Um, ik kan me nog herinneren, ik zat, Ferry, uh, die nog steeds nu lezingen doet daarover, die zat in een stoel en ik zat achter hem, als voor de uitzending. En ik, ik, je zag gewoon de spanning in zijn lijf. Want ja, vind je het raar? Hij met een AK-47 is er op je geschoten. Uh, er zijn doden gevallen. Een deel van die jongens had uh, geschuild onder lijken, omdat ze zo niet geraakt konden worden. Ze zijn elkaar kwijtgeraakt, telefoons kwijtgeraakt die had geslapen bij gewoon een Française die zei tegen de kom maar bij mij boven schuilen. Weet je, die man was helemaal van slag. En omdat zij het, hun verhaal niet honderd keer wilden vertellen, hebben ze gezegd, dan weet je, we gaan één keer ons verhaal doen bij een televisieprogramma en doen we bij RTL Late Night. En hij zat bij die visagierruimte. Maar ik zag ook stress. En ik zei tegen hem, zei, heb je gegeten? Hij zei, nee, ik heb niet gegeten. Ik zeg, wil je wat eten? Zullen we iets voor je regelen? Dat was toen ongeveer een uur, anderhalf uur voor de show. Ja, dat is misschien wel een goed idee. Ik zeg, probeer het. Als je het niet lekker vindt, no worries. We zaten toen in het hotel op het Rembrandtplein. Er kwam eten naar boven. Hij was iets meer ontspannen. En ik dacht, weet je, deze jongens houden van muziek. Want ze gingen naar een concert. Die dag, of in ieder geval volgens mij die vrijdag zelfs... was er net een nieuwe plaat uit. Waarvan ik dacht... Als ik zeg wie de artiest is, gaat hij niet eens willen luisteren. Maar ik ben ervan overtuigd dat het nummer hem kan raken. Toen pakte ik mijn telefoon. En toen liet ik dat nummer horen. Ik, zeg, ik zei tegen hem, mag ik wat laten horen? Hij zei, ja, ja. Ik ga je nummer laten horen. Kijk of je, het, of je het mooi vindt. Ik ga je straks zeggen wie het is. Hij zei, ja, is goed. Dus ik laat het horen. Hij zei, oh, wow, wat, wat mooi. Wie is dit? Hij zei, Justin Bieber. Love yourself. Oh wauw. Hij zei, Jost, en jij had ineens een gesprek over muziek. Ja. En de spanning ging een beetje wow. uit zijn lijf. En ze kwamen aan tafel en konden open uh, praten over wat. Maar, al, maar iedereen achter de schermen, bij de voorbereiding, het was niet van mij alleen. Het was van ons allemaal, maar vooral van die vier mannen aan tafel. Mm -hmm. Ja, en als je daar dan een prijs voor krijgt, ja, dat maakt het zo mooi. Ja. Het is teamwork. Ik denk dat heel veel mensen dat ook onderschatten. Want, uh, want toen ik en heel Nederland keken naar RTL Late Night... Kijk, de eerste keer ik zag, dacht ik... Wow, hij doet die Amerikaanse shit in Nederland. Zo zat ik. Ik was gewoon... Was, ik, omdat, ik heb altijd een fascinatie gehad over de manier waarop... Uh, Amerikanen hun, show, hun shows maken. Mm. Ik wilde ook, zeg maar, een beetje die saus mixen met yeah. wat ik nu zie. Ook op radiogebied wilde yeah. ik gewoon... Toen vonden ze in het begin altijd van: ja, maar je praat voor Engels, maar ik ben opgegroeid met Engels, maar whatever. Ik hou van die Amerikaanse saus. En bij jou in de talkshow zag ik dus dat je die Amerikaanse flavor had, maar ook zeg maar Surinamese vibe, gewoon jezelf zijn. Dansjes je er doorheen? Dacht ik, ja, ik had the perfect balance. Vonden mensen, mensen zijn ook wel zo: je moet je niet zo aanstellen, je bent altijd maar aan het bewegen. Echt? <laughs> maar er zijn mensen waarschijnlijk die niet zelf kunnen bewegen. <laughs> ik hoor muziek, wat moet ik doen? Ja, ja, dan ja. beweeg ik. dat. De mensen vonden zelfs dit al, even ik, 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 voor de luisteraars, ik, ik beweeg nu mijn pink. Sommige mensen vonden zelfs dit al irritant als ik met, op de muziek dit deed. Zo. <laughs> Gewoon die pink op en neer. Zeiden ze van, ah, overdrijf niet zo. Dus je moet stoïcijns kijken. Wauw. Ga ik nooit kunnen. Ik, bedoel, ik hoor muziek die ik lekker vind. Ja. Ik beweeg. Vind ik het niet lekker? Ja. Beweeg ik niet. Ja. Zo simpel is het. Wat je ziet is wat je get daarin. Want, want, hoe, want dat onderschatten mensen ook, hè? Want als presentator, en besef, hè, voor de mensen die niet weten. Maar... Het was van 2013 tot 2018. Deze man presenteerde tien maanden, zeg maar een jaar, gewoon door. Consistently. Eén presentator, niet twee, niet drie, niet vier, niet vijf. All the respect. Ja, maar gewoon... Niet kon... tien. Nee, nee, maar het is, het is, maar het is ja. niet niks. Snap je? Ja, ja. Dan ben je in een soort sneltrein, dan ben je dat aan het maken. Maar hoe uh, ben je... Best... Want je zegt op een gegeven moment, mensen hebben van alles te zeggen... Ben je daar überhaupt mee bezig als je op zo'n hoog niveau aan het presteren bent. Dat heb je niet door op dat moment. Want je, je beweegt gewoon en je gaat en uh, de uitzending is geweest en de volgende uitzending uh, geldt. Ja. Hetzelfde kan ik ook aan jou vragen voor je ochtend. Bedoel, je doet het gewoon ja. en ineens is het 15 jaar ja. dat je in de ochtend zit. Je ja. wekker gaat om vijf uur, vier ja. uur. Ja, weet je de, En voor jou is het normaal: je gaat pas het waarderen, of pas uh, het doorhebben hoe uh, heavy het is waarschijnlijk. Als je ooit stopt. Ja. En dan ga je denken... Jeetje, heb ik dat zo lang gedaan? Kijk, uh, late night into, in die tijd. Uh, het, het, het omveld, het, het zag er ook echt anders uit. Weet je, had De Wereld Draait Door met Matthijs van Nieuwkerk. Je had Pauw en Witteman. Uh, met Jeroen Pauw en Pauw uh, Paul Witteman. En je had late night. Ja. Dat was het. Nu is dat natuurlijk totaal anders. Uh, je hebt op één, met elke dag, iemand ander, met twee andere mensen, dus tien mensen per week in plaats van twee. Uh, nou ja, je, bij ons heb je uh, Jinek, Bo, Renze en ik, met ze vieren, waarvan uh, Bo, Jinek en ik vooral dagelijks gaan doen. Uh, ik zit straks uh, voor het eerst sinds late night trouwens, ik, tussen uh, augustus en oktober zit ik tien weken. Nou, tien weken wordt nu al gezien als lang. Ik deed tien maanden. Dus ja. vijf jaar lang. Ja. Um, dus het is zo veranderd. Je hebt VI, natuurlijk, die doen het wel elke dag. Dat eerlijk is eerlijk, die doen het wel elke dag. Uh, met Wilfred en met René en met, uh, met Johan Derksen. Dus het, het is zo veranderd. Na het jaar doet het op haar manier. Er zijn zoveel verschillende uh, programma's gekomen. En in die tijd, ik vond het gewoon normaal. Ja. Ik, ik vond het, uh, ook omdat het goed ging, hè, dus dan voelt het niet uh, zwaar. Het laatste jaar. Uh, wanneer je de kritiek krijgt of wanneer de cijfers gingen dalen. Uh, ja, dat is zwaarder. Maar dan nog is, was mijn focus vooral op uh, mijn collega's. Weet je, we moeten gewoon een, een, een proberen een zo goed mogelijke show te maken. We zitten gewoon niet in een goede vibe... maar laten we toch proberen een goede show te blijven maken. Ja, want ik, ik, ik weet nog toen ik daar kwam bij, bij, bij uh, Late Night... toen was ik daar als muziekexpert. Toen yeah. kon nog met Jay Balvin praten... En, Jam en hun samenwerking, hoe bijzonder dat was. En dan kwam ik daar, als dus ik al die mensen echt als familie met elkaar werken, mm. dus op jou uh, uh, reageren, hoe jij bij de gasten, backstage met ze aan het praten bent, ik, ja, dat is nice. Want ik herkende heel veel van mezelf ook daarin. van dat je gewoon echt een people's person bent. Ja. En ook echt kijken hoe het met iemand gaat. Dus ja. Je ik moet zeggen, dat we echt, dat doe ik nog steeds hoor. Ik, doe, ik probeer wel samen met het team proberen ons best te doen dat mensen zich in ieder geval welkom voelen. Mm. Uh, maar kijk. Zo'n programma is niet niks voor veel mensen. Kijk, jij bent een professionele prater en ook artiesten zijn professionele praten, maar er kwamen ook onbekende mensen. En ik heb altijd voor ogen gehad dat als je. Nou, ik heb een keertje een voorbeeld. Ik heb een keertje een vrouw uit België gehad en die kwam na tien jaar haar kind dood verklaren. Dat was dood. Ze zou hem dood verklaren, want die jongen was al tien jaar lang vermist. Het jongetje was met zijn zus. Uh, naar het huis van een familielid gegaan, ik geloof nog geen 150 meter verderop, overdag, nooit aangekomen. Het meisje is uh, dood gevonden in het water, vlakbij het huis, dat jongetje is nooit gevonden. Dus die hebben ze na tien jaar, allerlei juridische reden daarvoor, zou zij hem dood verklaren in België. En daar kwamen ze over vertellen waarom dat belangrijk was. Dan weet je, het is een heel heftig onderwerp. Die vrouw gaat van huis, dan is ze al misschien nog maar 40% zichzelf. Van de stress en de spanning. Dan komt ze in die studio met lampen, met microfoons, met alles. Is ze misschien nog maar 30%. Dan gaat ze in de visage. Dan wordt ze iets meer zelfvertrouwen. Dan gaat het misschien terug naar 35%. Als het goed is. Als die visage niet goed is omdat de visagiste te veel praat of een slechte vibe geeft. Gaat ze naar 20. Dan gaat ze naar 20. Ja. Of misschien naar 10. Dus alles doet mee. De gastvrouw. Als ze niet goed aanspreekt. De redacteur. Als die bij de hand is. Of brutaal is. Of hurry, hurry, hurry is. De opnameleider. Het is iedereen. De man of vrouw die geluid bij erop doet. Iedereen heeft invloed. Op haar gemoedstoestand. Als de presentator een lul is. En wij zeiden tegen elkaar: zorg ervoor dat ze met minimaal 60% aan tafel zit. Ja, heel belangrijk. Want dan heb je heel veel. Dan heb je al echt. Dan is, dat is echt wauw. Als dat lukt. Mm -hmm. Waarschijnlijk lukt dat niet. Maar dat is onze inspanning. Dat moeten we met elkaar doen. Ja. Daarom die muziek ook achter de schermen. Daarom ook. Uh, wat te eten, wat te drinken. Daarom ook ontspannen. Jullie dit, uh, was gastvrouw. Fantastisch. Weet je, daarom een opkomst. Uh, daarom, als het zo'n verhaal is, wil ik er naast me hebben zitten. Dat ik het kan aanraken. Van gaat het een beetje? Tissues. Weet je, al die dingen. Ja. En, en dan da, 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 da moet het verhaal nog beginnen. Ja. Maar heb je wel eens gehad dat je hebt ze trekken aan iemand en er kwam gewoon maar niks uit? Oh ja hoor. Ja. <laughs> ja? Ja. ja, man. Ik heb één keer een. Uh... Oh, dat was zo erg. Ik, heb een, ik weet niet hoe die man heette. Het was een architect. Ja. En hij had bedacht. Het papier zag het er echt goed uit. Hij had een huis bedacht ja. in de vorm van een boom. En hij zei: Als je dan heel veel huizen hebt bij elkaar, heb je een ja. bos. Wauw, en dan teken ik dit, dat. Dus mijn eerste vraag was: Nou, welkom. Ik weet niet hoe die man heet. Welkom, ja. Fernando. Ja. Je hebt een, een huis bedacht en, uh, in de vorm van een boom. Neem ons even mee in gedachten. Hoe je erbij kwam om een huis te maken. Het ja, ja. eruit ziet het als een boom. Ja, uh, ja, uh, ja, nou, kijk, um, het, het is namelijk zo. Um, uh, ja, um, nou, kijk, ik ben begonnen. Wat ik heel moeilijk. <laughs> ik zat te kijken of van. Oh mijn god. Dan hoop je dat je naar de reclame gaat. Nee, gewoon, oh mijn god. <laughs> Dit moet een gesprek worden van acht minuten. Dat gaat hem gewoon niet worden. Wow. Ik heb gewoon na twee minuten gezegd van. Het huis staat er nog niet, hè? Succes en laten we <laughs> weten. <laughs> ja, dan ga je door. Nee, dat is ja. zinloos. Ja. En later sprak ik met de directeur. En zei: Wat was dat? Dus zei de directeur: Ja, ja, ja. Hij zei in de telefoon: zei hij al dat hij niet zo van uh, publieke optredens houdt. En niet zo van praten houdt. Ik zeg de volgende keer: Geloof hem. Geloof <laughs> hem. <laughs> geloof hem. Als mensen <laughs> tegen je zeggen: ja. Ik hou er niet van, ja. ik kan het niet. Ja. Ja. Geloof hem. Maar je hebt, ook, je hebt ook veel internationale sterren. Ook gaat je hebt Pharrell Williams, ja, Ed Sheeran, zo. 50 Cent. Welke van die artiesten is je het meest bijgebleven? Want Ed Sheeran was ook bijzonder, uh, want je mocht van hem, yeah. hem niks laten spelen. Maar heb je los van Ed Sheeran ook iemand dat je denkt: hey, Ja, ik denk uiteindelijk denk ik wel. Kijk, heel veel, de meeste artiesten, waanzinnig aardig. Shawn Mendes, ja. super aardig. Rick Ashley, oh ja. uh, Ed Sheeran. Pharrell Williams, George Clooney, uh, fantastisch. Echt, uh, Louis Capaldi uh, ook. Uh, maar ik moet zeggen dat de uitzending met uh, Pharrell Williams vond ik wel het meest bijzonder, denk ik. Waarom? Nou, ik vond het niet het meest bijzonder, dus dat zeg ik verkeerd. Dat, dat was voor mij het meest verrassend wat eruit kwam. Nou, er, waren, er kwam zoveel samen. Een week voordat hij zou komen, um, um, Forest Williams. Het was in een periode dat Happy echt een wereldhit was. Ja, iedereen was happy. Toen, iedereen was happy. <laughs> maar toen kregen we al meteen te horen: mag het niet over Happy hebben. Maar, 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 maar hoor eens, van wie dan? Van het management. Ja. Maar hoezo? Ga, je hebt het over een. Het was. Hij nou, heeft een hit en dan zegt het management: je mag ja. het niet erover hebben. Ja. Maar ja. vraag je dan niet? Als president: oh, Why? That's the ja. reason why he's. Ja, here. We, we don't care. Oh, we don't. Okay. Maar over wat moest het wel? Kwamen ze wel met een. Oké, okay, nou, dat is, dat is dus aan <laughs> ons geweest. Oké, okay, wij dachten van: oké, okay, Om je even mee te nemen. Pharrell Williams. Oh, nou, misschien is het wel leuk om Chris Cap uit te nodigen. Chris Cap had toen een plaat, ja. Liar Liar. Ja. Geproduceerd door Pharrell Williams. Ja. Ik dacht: ik vind ik een lekker nummer. Dan kun je kunt het hebben over zijn producentenschap. Dat ja. hij produceert voor andere artiesten. Oké, okay, Happy gaat hij niet spelen. En we moeten het eigenlijk ook niet erover hebben. <laughs> oké. Dus maar we kunnen wel misschien praten over zijn producer. Uh, produceren vaardigheden voor andere artiesten. Chris Cap. En Chris Kapp was in Nederland? No. No Chris Kapp. No Chris Kapp. Oké. Okay. Oh, misschien ook wel interessant. Misschien kunnen we dan uitnodigen uh, Jos van Tilburg. Jos van Tilburg is van G-Star. G-Star en Pharrell Williams hebben een samenwerking met elkaar aangegaan. We kunnen. No, no other people at the table. Oké. Okay. <laughs> en vervolgens ja, ja. kwam een week voordat hij bij ons zou zijn. Kam er een stuk uit waar hij bij Oprah Winfrey had gezeten, ja. huilend. Oh my God, Oprah! Ik dacht en dat ging viral. Ja. Dus wij zaten echt zo van, oké, okay, we mogen niet over Happy, we mogen geen Chris cap. we mogen niet Jos van, Jos, uh, van Happy, van G-Stars en Nederlander samenwerking is misschien ook wel interessant, mogen ook niet. Alleen aan tafel. Wat de fuck ga ik met hem bespreken dan? Ik moet hem niet afbellen gewoon? Hebben we ja. het, heb het er wel eens gedacht? Moet, uh, nou ja, uh, ik heb het wel overwogen. We yeah. Ik was Met Carlo van Lienen spraken we erover. Moeten we het niet afbellen? Nee, maar je kan Farrell Williams niet afbellen. Nee, maar het is moeilijk. Het is moeilijk. <laughs> toen, we gaan, toen, zei, toen, toen heb ik gezegd: van nou, weet je, maar wat kunnen we hem dan geven? Kunnen we hem iets geven? Nou, wat we snel bedacht hadden is. Wat we kunnen geven, we mogen niet over happy hebben. Mm -hmm. we mogen happy ook dus niet laten horen op die manier. <laughs> maar. We gaan het Concertgebouw vragen om Happy te spelen in klassieke uitvoering. En dat gaan we niet zeggen. Smart. Oh. Angelique de Visagiste zei... Jij zoekt nog iets voor uh, Pharrell Williams, hè? Ik zeg, ja. Ik zeg, nou, ik hoor net van iemand... Uh, haar zoon is begraven op uh, de muziek op Happy. En Pharrell heeft haar een berichtje gestuurd. Oh. Oh, dat is een juweeltje, hoor. Wat?! Ja, man. ja, een Nederlandse vrouw. Nee! Ik heb haar nummer. Ah, dat is, dat is een juweeltje, man. Dit is er één. Dus wij hebben contact opgenomen met die, met die moeder. Ja. Niet tegen het management gezegd. Want ik was van overtuigd dat uh, Pharrell. Je stuurt niet zomaar een bericht naar iemand als je, denk, als je het niks vindt. Hij kende die vrouw ook niet. Hij heeft haar gewoon sterkte gewenst. Ze had een hele mooie. Een heel mooie boodschap voor haar. Hij zei, weet je, ik, ik, ik wens je veel sterkte. Ik hoor, ik, ik hoor dat je zoon is overleden. Ik wens je heel veel sterkte. En weet je wat ik je gun? Uh, wat ik ook wel eens uh, probeer te bedenken als ik mensen verlies. En dat onthoud ik nog steeds. Als dat, dat kan voelen alsof je in een groot huis zit en dat je elkaar niet ziet. Dat je, de een is boven in de kamer, de ander beneden in de kamer. Je voelt elkaar wel in hetzelfde huis, maar je ziet elkaar niet. Dat gevoel gun ik jullie bij het verlies van jullie zoon. Wow. En toen heb ik die mensen uitgenodigd. En was een, de opname was in Siggo. Want hij zou optreden vanavond, uh, s'avonds daar. Dus hij kon, die opname kon zo gestopt worden. Het was niet live. Toen zei ik, ik heb iets voor je. Uh, ik legde uit. Ik heb een filmpje van jou gezien. Waarin je mensen kracht toespreekt. Omdat ze hun zoon is hebben verloren in een auto-ongeluk. En hij is begraven op jouw muziek, op Happy. Lieten we zien was al een probleem, want Happy. Maar, 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 maar die begrapen, begrafenis, ja, die was op Happy, dus dat hij zei. Yeah, yeah, I remember. Hij zei. En de ouders zijn hier, ze willen iets tegen jou zeggen. Really? Ik ben naar die ouders toe gelopen, die hebben uitgelegd wat er aan de hand was. Die hebben hem toegesproken: van. Wil je bedanken voor wat jij voor ons gedaan hebt? Dat jij ons... Nou, jongen, if you well. hij stond op. Hij... En aan het einde had je dan ook nog uh, die klassieke muziek mm -hmm. in, van Happy. Hij kwam naar me toe uh, naar de uitzending. Uh, en toen zei hij, this was the best TV I ever did. Thank you. Wauw, dat kreeg gewoon kippenvel, man. Ja, dat... yeah. maar het was ook echt mooi. Ja. Want er het het zaten heel veel risico's in. Want ze konden ieder moment konden ze de stekker eruit trekken. Ja. Dat, 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 dat besef hadden we wel heel erg. En je zat gewoon te balanceren op het randje van... gaat het gebeuren, worst case scenario's, ze halen hem weg. Ja. Of het segment wordt eruit gehaald. Maar ik denk ja. dat met grote successen moet je risico's nemen. Anders je moet er nooit groot winnen. En... Uh, je moet, ik had de overtuiging dat het uh, hem goed zou maken. Ik zie een foto daar van 50 Cent, is ook geweest. Ja. Bij 50 Cent uh, zeiden ze tegen ons: uh, van... Ja, het moet niet gaan over. Uh, zijn moeder was uh, beschoten en hij ja. ook uh, beschoten. is. ja, het ja, moet niet overgaan dat hij is opgroeid bij zijn oma, zo vaak. Ik snap wel wat ze zeggen, want ja, weet jij hij is al 60 keer ergens geweest en na 60 ja. keer gaat het daarover. Ja. Maar in die uitzending zat bijvoorbeeld iets dat er een. een, een ja, er was een, 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 een man die een gezin had zijn gedood of zo. En hij zat in die uitzending. En toen heb ik hem iets gevraagd in de zin van: uh, jij hebt ook zoiets vergelijkbaars meegemaakt. We hoeven het niet over te hebben. Maar wat ik wel over wil hebben met je is: wat voor invloed heeft dat op je ontwikkeling? Als je zoiets meemaakt. Mooie vraag. Dus ik, ik hoef niet nog een keer te horen hoe hij is beschoten en, en hoe die moeder is beschoten. Nee, maar het is, ik, het is een feit dat dit is gebeurd. Hoe heeft dat jou beïnvloed? Hoe heeft dat jouw keuzes beïnvloed? Heeft het je keuzes beïnvloed? Ja. En daar sprak je heel open over. Ja, mooi. Weet je, maar in de, de afloop dacht ik van... Oh, die managers gaan echt niet blij zijn. Maar die, ja. vonden het, die zeiden van, thank you. Ja, het, is, het, is een, het is een hele... Ik, ik bewonder hem heel erg ook omdat hij van zo ver is. is, is, uh, uh, yeah, is van tien van uur achterstand. Heeft hij, nog, hij zei op een gegeven moment een keer tegen mij van... I went from shit to sugar. Mm. Letterlijk. Dus hij had Mooi. helemaal niks. En, 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 en ik weet nog dat ik op een gegeven moment heel vaak over hem sprak. En toen vond ik het heel gek dat hij niet zoveel aandacht kreeg in de media. Die man verkocht miljoenen albums. Maar in Nederland deed was alsof het maar een rappertje was. Dat was zeg maar in de periode dat ik dus begon als, als radio DJ. Toen merkte ik heel erg dat ik heel erg steeds moest verdedigen... dat ik rapmuziek tof vond. Ik luister heel veel verschillende stijlen muziek. Niet alleen rapmuziek, maar... Ik, ik draai bij een station van ik draai rap rapmuziek. Ja, maar dat is die yo, 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 yo. Ik, ik heb hem zelf gedraaid op Radio 1. Serieus? <laughs> ik zeg je eerlijk. Hoe dan? Hoe dan? Ik heb in de klap gewoon gedraaid. Ik heb oh, elke vrijdag. Weet je dat je bekend heb, bent, hè? He? Ik heb je heb, niet ontslagen. Ik, elke vrijdagmiddag is 2-4 Radio 1, maar daar, daar draai ik sowieso draai ik een potpourri van muziek. Maar elke tweede plaat is een Braziliaanse plaat. Maar bro, dan, maar dan weet je gewoon dat je Omberto Tan bent. Hè? Want als iemand anders naar binnen komt en die zegt: 50 cent, dan gaan ze gaan zeggen: Go, go. go. Ik, ik zeg je eerlijk, maar, maar ik, draai, ik draai ook. Uh, ik draai echt super breed, hè? Ja, maar kijk, maar. Superbreed maar het is wel, kijk, wat mensen misschien uh, ook moeten beseffen. Jij bent ook een van de eerste die liever Hugo draaide. op 538. Oh, 538, heb ik liever Hugo dat is, gedraaid. Is ja, ja. ja. Maar dat komt. Kijk, ook daar. Kijk, ik, ik, ik mocht Edwin Eves vervangen. Dat was het. Ja. Edwin vroeg mij om hem te vervangen. Edwin is, was de... Toch? In de ochtend. Sowieso. De man. Ja. Dus ik zei, ja, maar de koning moet ik vervangen. Wat gaat deze lakij doen? Ja. Dus ik dacht, dan moet ik iets doen wat me onderscheidt. Wat alleen ik kan doen. Ja. Wat niemand anders doet. Eigen. Dus heb ik Edwin gebeld. Ik zeg, Edwin... Kan ik alles draaien? Ja, nou ja, weet je, je moet wel een beetje aan de... Ja, Rick, Rick Romein doet de samenstelling van de platen in ja. bij Edwin Evers. Nu ook bij Tim Klein. Uh, dus Rick doet dat. Hij zei, maar, je mag best wel als je een keuze hebt. Voor mij mag je alles draaien als je het maar uitlegt. Ja, je moet wel de emotie en de motivatie draaien. Leg het uit. Ja. Ik zei, maar ik wil Surinaamse muziek draaien. Nou, leg het maar uit. Hoe zou je het aankondigen dan? Ik zeg, bent u geïnteresseerd in een Surinaamse Marco Bossato? Hij zegt, nu heb je me. Nu wil ik het horen. Ja, dat is een hoek. Ja, ja, nu wil zo. ik het horen. Hij ja. zegt, doe dat. Ja. En toen heb ik dat gedaan, toen dacht ik één keer per uh, week in eerste instantie: de Surinaamse plaat. Wow. En, en, maar wat voor reacties kreeg je? Wat de radio weet 50-50. Want er zijn natuurlijk ook een paar die gaan zeggen: hey, keel, gast. 50-50. Ja. het was 50-50. Het was echt, sommige mensen vonden het afschuwelijk. Maar later deed ik het één keer per maand. Mm -hmm. Dan kwamen ik wel eens mensen naar me toe en zeiden: ze, Oh, vind het zo leuk, de jullie schrijven voor jou elke dag. Heerlijk. Dat is één keer per maand. <laughs> maar, dat ik, maar dat vind ik ook heel uh. gaaf zeg maar, aan wat jij zeg maar, dan wel doet. Dat je dat je identiteit meeneemt. Ja, weet maar, maar weet je, ik denk dat dat, daar hoef ik me, hoef ik me best niet voor te doen. Mm -hmm. Dat kost de minste energie. Nee, want nee, je kan je voorstellen, althans zo kijkt de buitenwereld, van wat ik zeg op tv, zijn er heel weinig. Mensen, mensen met een donkere huiskleur die op een hoog level aan het schitteren zijn. Snap ik bedoel? Yeah. Dat is gewoon. Toen ik opgroeide, zag ik jou, John Williams, en dat was het zo een beetje. Tuurlijk er zijn er nog een paar anderen, maar ik bedoel, mm. van die echt. En jij ging helemaal sky high toen je RTL-Late deed. Toen was jij, zeg maar, gewoon. Je zag Humberto overal, zag ik. Hé, hey, nog. Hij was zo so proud, en, en dat weten mensen. En dat is ook iets wat ook gezegd mag worden. van... Jij bent voor velen van ons ook een role model geweest. Voor mij, toen ik begon als radio DJ, wilde ik ook een verandering brengen met een bepaald geluid ook op radio. Maar ik wilde ook op een gegeven moment de transitie naar tv maken, omdat ik dacht: hey, maar Umberto, dat is mijn role model. Ik zie die man dit doen. Dus ik keek naar jou, ik keek naar Sway op in Amerika. Dus ik had allemaal, Oprah Winfrey, ik had allemaal verschillende mensen waar ik naar keek en dacht: hey, wat ik tof vind aan hem, hij blijft zichzelf. Mm. En daarom bleef ik ook altijd mezelf, maar dan konden mensen me nooit plaatsen. Jij bent alleen maar hip-hop. En toen zagen ze me Marco Massato interviewen. Toen raakten ze me waar. Ja, maar jij bent. Heb jij dat ook gehad dat mensen je af en toe proberen te plaatsen in een hokje? Want... Ja, heel erg. Uh, kijk, ik, ik kwam natuurlijk. Uh, kijk, ik ben begonnen bij, bij Forza. Dat was een jongerenprogramma. Daarna ging ik ook best wel snel naar Studio Sport. Dus ik kwam uit de sport. Dus toen, toen in eerste instantie. Uh, late night, de talk show werd aangekondigd. Ik, ik weet het nog was Op Radio 1 was er een gast. En, uh, weet je, en dat soort dingen, dat, dat, dat ik vergeet dat gewoon niet meer. Dan, zit je, ik zat in de auto en hoorde ik die man op de radio die ik niet kende. En die kreeg de vraag van... Nou, uh, vanavond in Dan met de eerste talkshow van uh, RTL Late Night. Uh, voor het eerst in zeven jaar een talkshow bij RTL. Ja. Wat, denkt u, wat denken jullie, uh, gaat hij het redden? En het eerste antwoord was, nee, daar is hij veel te dom voor. Uh, maar dat is, eigenlijk is dat mijn hele carrière zo geweest. vorig jaar... Uh, toen werd aangekondigd dat ik bijvoorbeeld uh, gast was bij uh, zomergasten. Mm -hmm. Nou, toen. Uh, ik, men had nog niks gezien. Mm -hmm. Of uh, Tim Den Beste, um, um, Marcel van Roosmalen, Gijs Groenteman. Die hadden het allemaal over. Nou, failliet van zomergasten. Wat heeft hij nou te vertellen? Dat is toch geen inhoud? Het is toch plat? Wat een dom. Ja, ja nou ja, ik, ik zeg gewoon feiten. En dat is eigenlijk sinds 1991 niet veranderd. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. En of je nou uh, een Sonja Barrett Award wint. of dat je uh, televisieprijzen wint. of dat je al 30 jaar doet wat je doet. Um, dat verandert niet. Maar waar ligt het dan? Want de successen heb je al gepakt. Je hebt al bewezen uh, ja, dat je boven gemiddeld gewoon hoog scoort. Uh, en dat je gewoon een trendsetter bent. Je hebt uh, nieuwe dingen gebracht. Dus. Nou ja, nee, maar als, je het, nu, als, als het nu over RTL Late Night gaat, dan gaat het over bij een aantal collega's die die betitelt het nog steeds van ja, mislukt bij Late Night. Ja, Oké. Okay. Maar. maar gast, je hebt meer dan duizend afleveringen gemaakt. Ja, nee, maar want dat is wel de perceptie, dat is wel voor een deel van de pers, is ja. dat de perceptie. Als je het hebt over de documentaire, bedoel heb ik, docu heb ik foto's gemaakt, ik heb een magazine gemaakt en dan lees je, ja, okay, hobbyfotograaf. Oké, ja, hobbyfotograaf, ja, dat kan. Uh, komt een museum tentoonstelling aan in het najaar. Ik heb natuurlijk een museum tentoonstelling gehad in de fundatie. Uh, genomineerd, tof, Genomineerd, voor, ja. Ja, genomineerd ja. voor een tegel. Uh, publicatie in de New York Times. Maar noem het vooral hobbyfotograaf, prima. Ja. Weet je, dat, dat is een gebrek aan inleving. En, 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 dat, en dat, daar moet je niet aan storen. Toch doe ik dat soms wel. Ik, doe, ik zeg er eigenlijk bijna nooit wat over. Maar soms denk ik van ja, oké, okay. zwa. Maar ik vind het bizar omdat in mijn optiek, zeg maar wat ik zeg, je hebt zoveel dingen bereikt. Mensen, kijk ook al, kijk mensen, ik zeg altijd mensen die haat of die dat soort haatdragende berichten spuwen, die zijn, onvreden, zijn ontevreden met zichzelf. Want iemand die iets te zeggen heeft over een ander, er zit iets dwars bij die persoon wat jij uitvergroot. Dus of die persoon heeft ooit zelf zo'n programma willen presenteren, of die persoon heeft zelf ooit een. Sonja Barend Award willen winnen of whatever. Yeah. Er is, is iets wat... Want ik ben iemand, als je niks... Post, zo ben ik opgevoed, hè. Als je niks positiefs om te zeggen op iemand, hou je mond. Het is een waste of time om te gaan zeggen dit, dat. Maar ik heb dat nooit geweten van want ik dacht van, is man is uh, living the life, want ik zie gewoon nog een programma. De big music quiz, dance and dance deed je toen, dit, dat. Je hebt gewoon een dome, nog een vis. Dus in, in mijn perspectief... You're winning every time. I'm like... Ja, maar, dat, maar dat, is, dat is zeg maar die, dat is zeg maar die uh, ijsberg waarin, waarvan je alleen de punt ziet. Ja. Maar er zit altijd veel meer onder. Um, en voor mij is het heel goed uitgepakt. Ik heb echt een uh, schitterende carrière. Ja. En die ja. duurt nog steeds. En die ontwikkelt zich ook nog steeds. Ja. Dus ik mag echt totaal niet klagen. De belangrijkste mensen vinden dat je het goed doet. Dat is het allerbelangrijkste. Want de, 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 zeg maar, ja. ik zeg maar de, 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 de peasants, die zeggen van... ja, maar ik vind dit, ik vind dat. Maar zolang als jij dus de, 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 de bazen van de omroepen... en, en, en weet je, de John de Mol en weet ik veel wie allemaal, die in jou geloven... Nee, is ook zo. En je, en, je moet ook, en je moet ook de, uh, de cijfers hebben. En uh, bij Late Night uh, waren die cijfers er niet. Achteraf bleek dat dat wel mee viel, Want ja. dat werd daarna alleen maar erger. Ja. Maar je moet ook de cijfers hebben. Dus, dus dat, en, en je moet ook uh, de fouten die je maakt, die moet je gewoon erkennen. En gewoon kijken waar je het kan verbeteren. Maar ik heb net, ik heb net zitten kijken naar een serie op uh, Apple TV: mm -hmm. Ted Lasso. Ted Lasso. Fantastisch. Een comedy serie, toch? Ja, maar ja. het is echt. Ik heb ja. Ja, ja, ja. Heb je het gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Maar ik zie wel dat Apple het mee aan het. Uh, is hij goed? Ja. Ted Lasso. Het is echt een beetje weird in het begin dat je denkt van... Waren we allemaal maar een beetje zoals Ted Lasso? Hoe is Ted Lasso dan? Ted Lasso is een coach die... En dat is totaal onrealistisch. Die wordt gehaald uit Amerika om een Premier League voetbalclub te trainen. Maar hij is voetbalcoach. Ja. Hij is geen voetbalcoach. Hij weet niks van voetbal, Europees voetbal. Ja. Dus hij wordt uitgelachen. Hij wordt gekleineerd. En hij is positief. En denk ik jongens, het klopt. Ja. Ik weet ook helemaal niks van voetbal. Ik weet eens wat buiten het buitenspel is. Ja. Met, met hoeveel spel je? Met elf? Oh, oké. Okay. Dus dat is al een leuk uitgangspunt. Ja. Maar als je ziet hoe hij mensen raakt. Hoe hij daarmee omgaat. Hoe hij omgaat met <coughs> kwetsbaarheden van zijn teamgenoten. Van zijn, zijn, zijn spelers. Ja. En van zichzelf. Ja. ja. Fantastisch gemaakt. Herken je daar iets van jezelf in? Toch? Ja, ik denk, wel, ik denk wel. Er zit één scène in. Ik moet niet spoileren, natuurlijk. Maar ja, we motiveren zo mensen om te kijken. Uh, <laughs> nou, er zit één scène in. Er wordt op een gegeven moment een boek geschreven. Uh, over die club waar hij dan uh, de trainer is. En hij geeft, die schrijver geeft aan Ted Lasso een kopie. en aan zijn assistent-trainer assistent-trainer die heeft echt 7000 fouten en rode strepen en dat. En, en, en. Yeah. en bij Ted Lasso verandert hij maar één ding. Want de titel was dan de Ted Lasso Way. Of The Lasso Way. Jij yeah. zegt, it was not only me. It's the Richmond Way. Richmond heet die club. Yeah. En voor de rest, ik heb genoten. Ik herken me daar wel in. Want als iemand een product maakt... Uh, zoals hij het wil maken, het moet feitelijk zijn. Maar ik ga niet mijn smaak opdringen aan diegene. Ik ga kijken of het feitelijk is, of het klopt wat daar staat. Dat zou ik wel zeggen, ja. Maar ik ga toch niet zeggen van, ja, maar waarom doe je dat? Weer? Ja, ja, ja. Ja, ja hebt, dat heb ik ook. Hè? Het is ik, jouw werk, het is ja, jouw werk. Ja. Dus, dus dat is echt, uh, dat is gewoon, daar herken ik me dus wel in. En, en wat ik toch van jou vind, je hoort jou nooit slecht praten over anderen. Uh, je bent, ja, redelijk gewoon. Vinden mensen ook soms saai? Hè? Die zeggen ook soms van: ja, wij zijn zo, ja, je bent saai en uh, je bent veel te lief voor iedereen. En, uh, maar ik denk dat het uh, nou, ook, je hebt te ook te maken heeft met nuance. Aan, met ja. Albert van Linnen Had je toen, dat was toen een. Situatie. Ja, maar die heb ik juridisch ook aangepakt, ja. weet je? Die, 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 die in de zin van: ja, weet je, als, als, als je. Kijk, er wordt wel vaker wordt het voor mij van alles en nog wat gezegd. Alleen uh, wat hij uh, had gedaan, het ging over. Um, eigenlijk zei hij. Dat wat bij de Voice gebeurd is, begon bij Humberto. Dus zeg maar de misstanden bij de Voice. Sorry? Wat? Nou ja, lang verhaal. Ja. Uiteindelijk heb ik aangif aangifte gedaan. En omdat hij me betrekt in een strafrechtelijk traject. Ja. kijk, roddels, et cetera, doe je best. Ik denk ja, daar ja. reageer ik bijna nooit op. Maar ik, ik, vind, het, ik vind het ook waarom ik het te vervelend vind, en dat is omdat ik veel dieper kijk naar dingen, omdat ik denk van, maar dit is ook een guy die met jou heeft meegedacht. In het Begin van ja, zekerheid, na het aan tafel, dus ik ga er vanuit. Yo, you got my back <laughs> dus... nee, maar, en was ook helemaal. Hij heeft ook achteraf heeft hij gezegd: Van ik snap niet ja. waar, ik snap niet waar het vandaan kwam. Ja. maar het is vervelend. Want hij heeft uh, hij is veroordeeld, uh, althans, heeft een behoorlijke boete moeten betalen. Ja. Uh, maar het is het geld als een, 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 uh, ja, een strafrechtelijke veroordeling. Ja. Dat is het dat jij, maar ben je dan ook iemand omdat je zelf in het recht bent? Kijk, gooi je eigen, <laughs> jij typt voor <gewoon> je eigen. <laughs> Nou, ik, ik moet, ik moet wel zeggen. Nou, wat heel belangrijk was in die zaak, denk ik. En dat is wel omdat ik juridisch onderlegd ben. Ik kreeg de vraag: wat wil jij met deze zaak? Als ik toen had gezegd tegen de officier van justitie. was in een gesprek met de officier van justitie. Als ik toen had gezegd: ik wil dat hij een schadevoering betaalt. Of ik wil een rectificatie. Uh, of ik wil dat hij uh, excuses maakt. Daar had de officier meteen gezegd: Snap ik heel goed is er geen strafrecht. Succes, deur pak een advocaat, civielrechtelijke procedure. Maar mijn antwoord was... ik wil... jurisprudentie creëren. Ik wil dat er een uitspraak komt... om aan te geven wat wel... of wat niet kan. Dat wil ik. ik want dit is zo'n... evident onjuiste zaak. De, de, de beweringen zijn zo... evident onjuist... dat... Als dit niet een grens bepaalt in ons juridisch systeem, dan moeten we ons afvragen hoe dat systeem dan wel ja. geschikt zou moeten worden gemaakt. Ja. Dit is een strafrechtelijke weg, wat mij betreft. Ja. Maar ik kan dit zo vertellen, omdat ik mijn juridische achtergrond. Blok, heb. Want als je er niet zou. Nee, dan ja. zou je gewoon zeggen, ah, ik, wil, uh, ik, wil dit... ik, wil, ik wil dat iemand gaat betalen. <laughs> ik zeg, ik, hoef, ik, zeg, ik ja. hoef geen rectificatie. Ik hoef ook geen schadevergoeding. Ik hoef helemaal niks. Ik hoef ook, ook geen excuses. Ik wil een uitspraak, zodat er jurisprudentie ligt wat wel of niet kan. Ja. Maar hoe, hoe denk je nu bijvoorbeeld over al die. Kijk, tegenwoordig heb je nu al die juice-channels. Die roepen van alles en nog wat. Ja. Dingen worden gedeeld online. Dat ik denk, hè, maar dit zijn gewoon persoonlijke berichten die je volgens mij niet openbaar mag maken. Waar gaat dat naartoe? Hoe is keken kijk je nou als acteur? We, we, we weten wel dat uh, in het verleden heb je, in Engeland had je bijvoorbeeld News of the World. En kijk wat News of the World deed. Die uh, hackte telefoons van bekende Britten. Bijvoorbeeld, uh, nou, weet je Ik hoop ze op zijn naam. Bekende ja. acteur hadden ze zijn uh, telefoons gehackt. En er kwamen allemaal berichten daarvan in de krant. Ja. En hij dacht even, hè? Maar ik heb dat tegen niemand gezegd. Alleen, Stefan, al jij en ik hebben met elkaar een gesprek. Ja, dat komt het op, of ik, ja. ik stuur ja. jou een, een voice-berichtje. Ja. waarin ik jou iets toevertrouw. en dat staat de volgende dag in de krant. Dat doet iets met onze relatie. Zeker. En dan kan het kloppen of niet kloppen. maar het doet iets met. Dus die relatie gaat kapot. Nou, lang verhaal kort. Ze kwamen erachter dat News of the World. brak gewoon in op telefoons van bekende mensen. Ook omdat ze hun telefoon niet goed beveiligden. maar die braken daarop in. En de hoofdrecteur heeft de gevangenis afgekregen. Use of the News of the World is failliet gegaan ja. daarna. Dus, um, maar die hackten. Maar in Nederland heb je gewoon mensen die gewoon... Ja, heb je, je spionnen. Ja, spionnen, ja. mensen ja. die gewoon... Maar, maar bestaat daar geen recht, zeg maar, omdat... In principe, als wij een gesprek voeren, is het iets tussen ons. Als jij het ja. openbaar maakt... Het gaat, het gaat er dan heel vaak om, wat is het algemeen belang? Of is, er een, is er een, welk belang is geschaad? En dat is... Dat is niet zo snel in Nederland. Dus daar, daar zit best wel veel ruimte. Ja, maar dat is waar het nu heen ja, gaat. Er zit, er al die, zit gewoon uh, veel ruimte. Dus, die, die juice channels. <laughs> ja, daar zit gewoon veel ruimte. Dus ja. dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat, dat moet je echt van geval tot geval uh, ja. bekijken. Daar kan je niet zo algemeen iets over zeggen. Alleen, ja, het moet wel feitelijk juist zijn. Daar begint het al mee. Ja. Maar wat, wat ook bijzonder is, want we hebben het gehad over, zeg maar... Hoe je uh, bent begonnen met presenteren. Dat het zeg maar min of meer op je pad is gekomen. Maar door de energies of life yeah. volg je het pad. Maar als je, als je jou googelt, zie je zoveel dingen: tv-presentator, radiomaker, sportverslaggever, schrijver, fotograaf. Zou uh, je? Maar ik geloof het in hokjes. Maar uh, waar haal je zeg maar het meeste voldoening uit? Want je hebt het allerhoogste <laughs> qua presenteren heb je al bereikt. Je hebt alle prijzen die je maar kan mm -hmm. winnen. Die zitten, ik weet niet waar ze staan bij jou. Ja. Staan ze in de kast? Heb je zo'n speciale Roberto Tang? Nee, de, me de meesten staan op mijn werkkamer en eentje staat in de wc. <laughs> Serieus? Op welke staat dat de wc? Sonja Baertenwoord staat op de wc. De op de wc. Ah, maar die is ineens waardevol. Die zit je gewoon. Aan. Nee, die zie, ik, die zie ik elke dag. Oh, ja. <laughs> elke keer zo. Mm -hmm. <laughs> Ik zie hem gewoon elke dag. Nou, okay. Ik maar, dacht, ja. Wat, wat, wat ik dus merk... Dan vergeet ik hem ook... niet af te stoffen. <laughs> maar wat ik dus mooi vind, is zeg maar... Ik heb dus gemerkt dat bij Fotografie... En dan gaan we zo die brug maken naar die documentaire... die ik echt heel vet vind trouwens. Ik heb hem gisteren gewoon zitten kijken en ik was... Maar wat ik dus merk bij jou... of merkte zeg maar op het moment dat ik jou met de fotocamera zag... Ik weet dat ik eerst in je Instagram keek denk ik... Huh? Ik met de fotocamera... Maar ik zag je op een bepaalde manier je rust pakken. Je was ermee bezig. Toen ging, zag je in het buitenland. Ging je dingen in Kenia doen. Je ging allemaal, en ik merkte, ik weet niet of het mij ligt. Maar ik merkte een soort rust over jou heen. Ik weet niet, dat, alsof je iets had gevonden. Dat is heel spiritueel hoor. Alsof waar je, waar je je ei kwijt kon op een andere manier dan het presenteren. Ja, weet je wat ik het mooie vind van uh, fotograferen vergeleken met presenteren? Kijk, alles wat je zegt, hè, wat ik gedaan heb... Alles bij elkaar vind ik mooi dat ik de gelegenheid heb gehad dat uh, ik mijn leven zodanig heb ingericht dat ik best wel veel zelf keuzes kan maken. Uh, en of het nou is dat ik denk van oh ik ga een boek maken over mensen van 100 jaar en ouder, of uh, nu ik ga een magazine maken mijn suriname met 93 foto's, ja. uh, nou ja, of noem maar op, of die documentaire inderdaad. Ja. Maar het verschil met presenteren of uh, fotograferen, fotograferen kan ik 100% in mijn eentje doen. Ik ben van niets of niemand afhankelijk. En uh, presenteren, dat is echt met een groot team. Na deze opnames ga ik naar de studio. En dan gaan we praten over de studio. Nou, dan zijn we met de man of vier, vijf. Om te praten over die studio. Hoe gaan we het maken. Dit en dat. En dat is ook een leuk proces. Maar soms die rust van dat alleen fotograferen. Ja, ik, 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 ik geniet daar echt van. En het mooie is, uh, die documentaire hadden we laten testen door een uh, testpanel. En wat daar onder andere uitkwam, de vraag, want ik, daar ging ik ook in gesprek met een aantal mensen. Ik zei van: Goh, uh, 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 wat vonden jullie van de foto's? Ja, ja, mooie foto's en dit en dat. En, uh, en wie heeft die foto's eigenlijk gemaakt? Ja, ik. Huh? Heb jij die foto's? Mijn zoon, die keek ook een keertje die documentaire. En die weet dat ik fotografeer. En die zei op een gegeven moment tegen mij, terwijl we aan het kijken waren, was een van de voormontages. Mm -hmm. En zei: Zo, dit zijn wel mooie foto's, maar die heb jij niet gemaakt, toch? Oh, jij gezond kwaad! Ja, zo, hey. <laughs> ja, zei, ja al, luister, ik zei... Luister, weet je mee. 100% van de foto's zijn van mij. Ja. Er is maar één foto niet van mij, dat is mijn portret, dat is van William Rutte. Ja. De rest, alle foto's die je ziet in een docu zijn van mij. Ja. Allemaal. Ook in de aftiteling. We ja. <laughs> dus... hebben een next level lens, bro. Ik weet niet wat voor lens het ja, was. Nee, maar, ja. maar, ik, ik zei tegen mijn vriendin: hey, die hem is next level, man. Ja, dat ja, is. Die... <laughs> Het was een 100-500mm lens. Maar, maar ik, ik krijg rust. Ja. Ik krijg rust. En je krijgt. Ik zal één voorbeeld geven. In je documentaire zit Fred Panza. En Fred en ik kennen elkaar al een paar jaar. Ja. En al een paar jaar proberen we de Cock of the Rock te vinden: de Oranje rotschaan. Schitterende vogel. Niet gevonden. De eerste keer was ik met Arjan dwarshuis, ik ging daarom met hem naar Suriname. Arjan dwarshuis wilde het wereldrecord vogels kijken verbeteren. En ik, ging, ik zei tegen Arjan, ik kan, ik kan niet eens één vogel opnoemen uit Suriname, het is wat erg. Ik ga met je mee. Ik weet niks van mijn geboorteland over natuur eigenlijk, niets. Hoe ga ik naar Afrika en naar Tanzania, na, of naar Tanzania en Kenia en naar Zuid-Afrika voor een safari en ik weet niets van Suriname? Is toch belachelijk? Ja, je voelde dat als een soort druk van: hé, hey, wacht een beetje. Ik... Nou, ik voelde dat als een tekortkoming. Ja. Het is mijn geboorteland. Ik, ik kan niet eens... Doel, ik zou niet eens weten toen wat de mus is van, 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 van Suriname. Wat is ja. de mus van Suriname? Ik had het geen idee. Ja. Nu weet ik het grote kiskeri. De gritjebi. Maar ik wist het niet. Dat is, dat, ik vond dat echt erg. Dus ik ben met Arjen meegegaan. Heb ik Fred leren kennen. Toen gingen we toen ook al zoeken naar die rotshaan. We hebben echt, lang verhaal kort, vier uur gelopen. De ene kant, vier uur de andere kant. Nooit die volgen gezien. Wow. Tweede keer, nog een keer. Uren gezocht. Niet gevonden. Nu, afgelopen januari, Fred Epme, Ik ben in Suriname. Hij weet dat ik in Suriname ben, want we zijn documentaire gaan maken. Op zoek naar een jaguar. Hij zegt, Humberto, rotzaan, 100%. Ik ben in de stad. Hij zegt, wat? Zeg ik, wat? 100%? Want dieren 100% bestaat bijna niet, hè? Ja. Hij zegt, 100%. Had hem gezien. Wil je gaan? Wil oh. je gaan? Ik zeg, natuurlijk ik wil, wil ik gaan. Hij zegt, maar bij maar mij heel kort, want ik heb eigenlijk geen tijd. Oké, okay, weet je wat we doen? Vannacht, drie uur, s'nachts, vertrek uit Paramaribo. Is een kleine drie uur, drieënhalf uur rijden. Ja. Nog een klein half uur, drie kwartier lopen. Dan zien we die rots aan. We zijn gegaan, gevonden. Weet je wat, wat, wat dat met je doet? Met mijn fotoestel, foto maar ik wil hem fotograferen. Met zijn tweetjes. Wow. We komen daar, we zien die rots aan. Hij komt, hij komt aan, hij zegt: berto, berto, berto. Hij laat zijn vingers op zien, hij zegt: Drie. Drie rotshanen, drie rotshanen. Dus ik, ik zie die rotshanen, ik maak één foto. Die rotshanen... Ah! <laughs> vliegt weg, allemaal weg. <laughs> ik dacht, oh nee, oh nee, weer allemaal weg. Ja. Hij zei, relax, relax. We gaan even naar beneden, basiskamp daar. We kunnen wat eten, we kunnen een beetje rusten. Vanmiddag om één uur, twee uur, zes weer terug. We zijn gegaan. Zeven rotshanen. Wow. We hebben uren gefotografeerd. En één van die foto's is de cover van het magazine. Maar zo. heb ik dus eigenlijk jaren over gedaan... om dat dier te vinden en te fotograferen. Ja, mensen staan niet bij stil. Dat nee, maar hoeveel bij... tijd dat kost. Ja, ja. En, en dat was toen het eenmaal gebeurde. Nou, dan kan je huilen. En want dat... In deze docu word je ook uh, emotioneel. Ja, ik word regelmatig emotioneel. Moment. Ja, dan zie ik jou echt... En dan, als, je er niet, als je passie niet begrijpt... dan denk je, waarom zit deze man te huilen? Hmm. Dan, dan, snap je? Omdat je er ja. niet... Maar ik zie jou zo... Diep erin. En wat ik mooi vind aan de documentaire. Uh, ga hem checken op Videoland. Uh, op een gegeven moment. schrijf je een brief aan de Jaguar. Mm -hmm. En dan zeg je. Mijn vriend. En, uh, uh, je bent bijzonder. Je, weet toch, je bent een soort spook. En, uh, weet je, en, dan, en dan merk je van. Deze man zit er diep in. Dus ik besefte mm -hmm. op de manier waarop jij. Uh, schreef over de Jaguar. dat het ook echt iets is. wat je wilde meemaken. De, de tanden. De, my, de mystiek. Ja, de... weet je. Die, kijk, toen, toen we dit bedacht hadden om te gaan doen. Um... Kijk, ik wilde dit al heel lang om die jaguar te fotograferen. Maar waarom? Was het? Het was een soort kinderdroom. Uh, dat Ik dacht van, oké, okay, ik ga in de enige drie landen van Zuid-Amerika waar geen Spaans of Portugees wordt gesproken: Frans Guyana, Duits Guyana, British Guyana. Dus Frans Guyana, Suriname, Guyana. Daar wil ik de grootste kat van Zuid-Amerika fotograferen. Ik hou van roofkatten. De, de grootste roofkat van Zuid-Amerika. Na de tijger en de leeuw, de grootste kat ter wereld. De kat met de hardste beet ter wereld. De enige kat die zeg maar zijn prooi niet hier dood bij zijn keel door die keel dicht te knijpen zoals tijgers dat doen en leeuwen dat doen en luiparen dat doen. Maar hij pakt ze van achteren omdat hij zo'n harde beet heeft en hij bijt door die schedel. Hij pakt schildpadden en bijt door dat schild. Zo hard bijt een jaguar. Wauw. Uh, het is zo'n grote kat. Om je, t, 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 een luipaard, bijvoorbeeld, mannetje, is ongeveer tussen de 80 en 100 kilo. Een luipaard, jagu, een jaguar, mannetje, is tussen de 110, 130 kilo. Dat is echt een fors ja, man. dier. Ja. Dus, en dat dier leeft in Suriname. Net als de Puma. Ja. Net als de ocelot. Net als de Jagurandi. Je hebt allemaal katten, achtige Surinamen. Suriname. Dat weten we ja. vaak niet. Ja. Maar je hebt ook de Jaguar. Ik wilde dat gewoon fotograferen ooit. Alleen, alleen fotograferen is, zo, is alleen esthetisch. Ja. En toen dacht ik van, um, hoe mooi zou het zijn als we ook bewegend kunnen zien? Dus daarom ging ik documentaire maken. En ook omdat ik had gelezen dat er een toename was van wildlife crime. Dus mensen jagen op de Jaguar. Voor zijn tanden, daar maken ze juwelen van bijvoorbeeld. En wordt voor heel veel geld verkocht aan vooral in Azië. Of ze jagen op hem en dan koken ze hem zeven dagen lang. Zeven dagen lang wordt dat dier gekookt en wordt er een zwarte pasta van gemaakt als een soort van medicijn. Wat helemaal niet werkt, maar dat doen ze. Of ze jagen op hem, gebruiken ze een botten om wijn te maken. Wow. Ze jagen op hem om zijn poten af te, te kappen en dat op te zetten en te verkopen. Kijk hoe groot die poten zijn. Dat doen wij allemaal. Wij mensen doen het allemaal. Uh, maar ik, ik wil dat gewoon in beeld brengen. En, en niet alleen maar voor de fotografie, maar ook voor het beeld. Ja, maar ja, dan moet je gewoon ergens beginnen. Hè? Want het is geen goedkope uh, grap. Want waar begin je dan? En hoe ga je te werk? Want iedereen wil een documentaire maken. Maar ja, dan moet je funding hebben, geld en dit dat. O, 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 hoe ik heb was, je dat ik was en ben nog steeds bevriend met Elise Rodenburg. En Elise uh, is bij mij ooit bij Late Night geweest. En die had uh, een documentaire gemaakt toen over Favella Funk. Uh, en heeft nog een andere documentaire gemaakt over uh, mokromode uh, jongens in uh, Zuid. Dus die het, is een documentaire maakster. En uh, we raakten aan de praat en toen vertelde ze voor corona vertelde ze: nou ja, ik ga naar uh, Pantanal om jaguars, uh, om een verhaal te schrijven over jaguars voor de groene. Had ze gepitcht en, en dat nog ze gaan maken. Ze zei over jaguars? Nou ja, ik, ik wil jaguars fotograferen. Oh, wow. In Suriname en in... Ja. Zei ze zei, oh, maar, maar kom maar nou mee. Gaat het voor mij fotograferen in, in Brazilië? zei, nou, dat is goed. Toen kwam corona. Dus ging niet door. Maar toen zijn we wel blijven praten daarover. En toen op een gegeven moment... En toen zei ik van, ja, maar eigenlijk... Je bent documentairemaker. maker. we niet gewoon een documentaire maken dan? Nou, zo zijn we gaan nadenken. En ja, en, en het, het voordeel van, van mij is dat ik, als je zo lang in de media hebt gewerkt... Uh, heb je in ieder geval wat geld... Verdiend. Hoe ben je toen? Don't get it twisted. Hoe ja. ben je op een ander level? Toen <laughs> dus we hij, wat geld verdienen? Ik zei van, nou, dan gaan we, we gaan het gewoon maken. Ja, ja. Maar dat is, toch, dat is toch fijn, die financiële ja, onafhankelijkheid. Nou ja, ik, ik, ik moet zeggen, kijk, ik, heb twee, ik heb meteen twee partijen gebeld. Ik dacht van, oeh, ik laat me meteen bellen met Videoland. Ja. Ik heb een goed idee. Ja, ik, ik, zo ben ik. Ik, ben, ik heb een goed idee. Um, ik wil een documentaire maken over jaguars. we zoeken toch naar de jaguar in Suriname. En dit en dat, en dat en dat en dat. En toen was het echt stil aan die andere kant. Zo van. <middels> was ik, was ik ik, hoor je hoorde je niet zo... En je hoorde, echt, je hoorde nog net niet... Nou en? <middels> en toen zei hij dus tegen me van... Ja, maar... Wat is dan de connectie met Nederland? Ik zeg, even denken. Ik... Oh. Ik ben een collectie met Nederland. Ja. ja, ik bedoel... Maar ik hoorde ook van... Oké, okay, er is niet echt enthousiasme. Hmm. En ik had meteen... Ik ben ambassadeur van de Postkool Loterij. Ik had aan de Postkool Loterij gezegd... Is dat niet iets voor ons? Ja. Ja, maar wat kost dat dan? <laughs> ik heb genoeg geld. Dus wat kost dat? <laughs> ja, 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 ik zeg... Nou, ja? uh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ja. Nou, weet je... Maar ik, dacht, ik snapte die vragen wel. Ja. Ik dacht... Oké, okay, dus dat plan is niet goed genoeg. Dus terug naar de tekentafel. En toen aan de tekentafel toen, euh, hebben we toegevoegd. Er is een toename wildlife crime. Dat, dat laatst weer rapporten. En er is een verbinding met Nederland. Want veel van die producten worden via Schiphol vervoerd. Ja. Hoeveel gaat ga het, ga het kosten? Weet ik niet. Maar wat ik ga doen. Ik ga naar Suriname met de filmploeg. Uh, Elise Rodenburg als uh, regisseur. Wij financieren, ik financier alles zelf. En we gaan gewoon een trailer maken. Dus je hebt die hele documentaire zelf gefinancierd. Wauw. En uiteindelijk, toen ik terugkwam, heb ik die trailer laten zien. Ja. En toen zei de Postco-loterij en Vierland: Dit is wel vet. En toen. En toen, achteraf heb hebben je ze... een factuur gestuurd? Ja, toen kon dat, ja. <lacht> <lacht> maar ik, ik zou eerlijk zeggen: doe, Ik denk dat ik nog geen 2% overhoud ja, als, als, als dat het al is. Maar is zo'n documentaire, want voor de mensen die nu meekijken, die ook een documentaire willen maken, hebben we het over. Je hoeft niet exact de bedrag te noemen, dat is niet chic. Maar bijvoorbeeld, heb je het echt over zeg maar, tonnen? Of heb je het zeg maar, om zo'n documentaire te maken? Moet je daar. Kan iemand gewoon met zijn vrienden en zijn omgeving geld met elkaar zetten? Is het, is het een duur, duur project? Sorry. Ja, het is een heel duur project. Maar goed, um, het wordt misschien een beetje technisch. Kijk, wij hebben gekozen om met filmcamera mensen te werken. Dus, televisie wordt gemaakt met ENG-camera mensen. Ja. En dit zijn filmcamera mensen. Dus met een Arri. Dat is een filmcamera. En, en dat, dat kost gewoon meer geld. Dat kost echt veel geld. Um, maar ook de audio nabewerking, de, de, de kleurnabewerking, de editing. Uh, ja. Een paar gekke drones-situaties. Nee, dat is een Surinaamse jongen. Ja. Dit is echt een goed voorbeeld van, oké, okay, het plan is misschien nog niet helemaal af, maar we moeten wel beginnen te draaien. Ja. En toen ik die training ging maken, toen gingen we dus met een cameraploeg naar, uh, naar Suriname. En toen waren we uh, bij Brownsberg. Ongeveer drie uur rijden van Paramaribo. En de cameraman toen, die wilde graag een cameraassistent. Want het is best zwaar in de jungle. Uh, uh, Statief sjouwen, lenzen sjouwen. Dus uh, ik werkte samen met een uh, lokale productiemaatschappij van Henna Draaibaar. En die, zei, die hadden een jongen geregeld voor ons, Jean-Pierre. Die uh, cameraassistent kon zijn. Yeah. Dus ik ben op een gegeven moment aan het chillen met Jean-Pierre. Gewoon eten, lekker eten. Hey, die mensen werken zo hard, jongen. Onze kok, jongen, even tussendoor. Onze yeah. kok stond elke dag om drie uur op. Zodat we om zes uur ochtends verse broodjes wow. hadden. Dit die vijf dagen lang, hè? Met een glimlach. Harde werker jongen. Ja. Dan gaan we, waren we in het bos, kwamen we terug. En had hij lunch klaar. Dan gingen we weer lopen, dan kwamen we terug. Had hij diner klaar. Ja. Maar echt lekker diner, hè. Ja. Maar echt, echt lekkere nasi. Echt lekkere bami. Echt lekker alles. Hij was vandaar zelf. Hij, hij was van... vandaar zelf. Ja, maar, maar goed. Het is, maar Maar met... Suriname next level, man. Oh, maar die, Aan het eten ben ik met Jean-Pierre aan het praten. Ja. ja. En Jean-Pierre was net op zijn telefoon bezig met een... Ik zie beelden van... Uh, echt prachtige dronebeelden. Ik zeg, wow. Mooie droombeelden, nieuwsgierig. Ik ben nieuwsgierig. Ja. Mooie droombeelden. Wat is dat? Hij zei: Ja, ja, heb ik gemaakt. Ik zeg: Heb jij gemaakt? Heb jij gemaakt? Laat maar zien. Hij liet me nog twee beelden zien. Ik zeg: Oh my god. The missing link. Wauw. Dan heb je die. die, die ik mooie. wil, ik wil. Mag ik deze van je kopen? Hoeveel heb je er? Hij zei: Hoeveel wil je? Hoeveel wil je? <laughs> ja, man. Het brulaapen, het luiaard, het ara, het echt. Ja. Al die droombeelden wow. ja. zijn van een Surinaamse cameraman. Wauw. Jonge fan, 22 jaar. Geniale cameraman. Ja. Mooi hoe dat zo samenkomt. Oh man, ik was. Is, je ziet hoe mooi het is in die docu, ja. dat je het hebt. Je hebt het echt nodig. Ik keek, ik keek naar die dook en er waren momenten dat ik dacht. Is werd niet bang. Ja. Want ik hoorde jou zeggen. Ja, en uh, Calvin Klein, obsession, ja. spuit je op. En dan, uh, ze hebben een sterke geur en dan komen ze. Ja. En ik zie jou dat ding spuiten. Ik denk. Wat denkt Oberto niet bij zichzelf van, Wat als die Jaguar nu komt? Wat ga je doen? Ja. Ging dat niet door je hoofd? Want je bent op zoek naar de Jaguar. Maar ja, wil je hem dat, echt vinden? Dat ging, <laughs> dat ging echt wel door mijn hoofd. Uh, kijk, dat geldt voor de meeste dieren. Uh, en zeker voor de Jaguar. Ze zijn, niet, ze zijn slim. Dus ze nemen geen onnodige risico's. Voordat ik ze gehoord en gezien heb, hebben zij mij al lang gehoord en gezien. Ik heb ze al lang ingeschat. Kan ik hier iets mee of niet? We waren nooit alleen. We waren altijd met Fred Panza, de, de gids. En dan had ik uh, regie, geluid, camera, cameraassistent. Dus we waren altijd met zes man. Dat is best lastig voor een jaguar dat hij denkt van zo. Nou nu ga ik hun Berto aanvallen. Hele kleine kans. Ja. Hele kleine kans. Sowieso. Ik kan natuurlijk niet spoilen of ik het gezien heb of niet. Maar sowieso weet ik al op voorhand als je daar naartoe gaat dat het een kleine kans is dat je de dier gaat vinden. Want niet voor niks gaan mensen naar Brazilië om jaguars te zien. Daar vind je ze makkelijker. In de Pantanal. Als je naar de Pantanal gaat, is een heel mooi natuurgebied in Brazilië. Uh, daar zou ik eigenlijk al in 2016 uh, 16 naartoe gaan. Toen overleed mijn schoonvader, hebben we het af moeten bellen, af moeten zeggen. Maar in de Pantanal kan je in, in, in onze zomer, daar droge tijd, kan je daar echt wat jaguars zien. Want die komen dan naar de rivier toe, omdat het in het binnenland droog valt. Dus de meeste, de meeste jaguars vind je in de Pantanal. Okay. Heb je wat eentje echt gezien of kunnen aanraken of kunnen... Ja ja, 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 ja. Nee, jaguars heb ik wel gezien. Ja, maar het is, het is echt. Uh... Nou, laat me, laat me het anders zeggen. Kijk, ik heb ook bijvoorbeeld heel lang naar een luipaard gezocht. Mm -hmm. Tien jaar lang. Ik ben best wel vaak op safari geweest. Nooit een luipaard gezien. En toen kreeg ik een opdracht voor, uh, voor Rwanda. Of ik de Big Five wilde fotograferen in Akagera National Park in Rwanda. Dus dat is uh, Buffel, Olifant. Neushoorn, leeuw, luipaard. Dat is de big five. Toen zei ik dat meteen tegen ze: hé, hey, olifant, buffel, leeuw, geen probleem. Uh, maar luipaard heb ik nog nooit gezien. Wow. Ja, no probleem. No ja, uiteindelijk, ja. Ja daar heb ik een foto gemaakt van een luipaard. Holy shit. Want hoe dicht kom je dan? Want kijk, dit is wat ik denk. Want ik denk, luipaard is snel, ik ben niet zo snel. Ik wil foto maken, hij heeft misschien geen zin in een foto. Maar jij denkt als een mens. Ja. En een luipaard of een jaguar denkt als een dier. Dat, hij ja. heeft geen interesse in jou. Ja. Tenzij hij geen kant op kan. Oké, okay. dus je moet zorgen dat... Oké. Okay. Okay. Hij moet dus een kant op kunnen. Okay. Dus dat betekent, als je hem gaat insluiten... Houston, we have a problem. We have a problem. Ja, man. Als jij, uh, gelukkig, gelukkig is het verboden, vroeger had je die leeuwetemmers, ja. dan ging het wel eens mis. Ja. Als die leeuwentemmers struikelt of wat dan ook, dan wordt meteen het roofdier weer wakker ja. en dan vielen ze aan. Ja. Maar in the middle of nowhere. Oké. Okay. Je, je kan op YouTube kan je, kan je filmpjes vinden van Maasai-mannen in uh, Kenia die met zijn vieren afrennen op een troep leeuwen terwijl die leeuwen aan het eten zijn. Echt met volle, met volle snelheid, denk ik dat je denkt, denk, maar wat gaan jullie doen? Ja. Maar die leeuwen denken, dat is wel een beetje raar. Ik weet niet wie of wat jullie zijn, maar dit risico gaat niet open. Man. Ja. En zijn weg. Ja. Nou, Dat waren wel twee leeuwen die aan het eten waren met vijf mannen. Ja. Dus die leeuwen vonden dat gewoon ongemakkelijk. Ja. Rennen weg. Ja. Die mannen snijden met hun mes een deel van die zebra af, nemen die poot mee, hebben hun eten en laten het eten de rest weer aan die leeuw. Ik zou dat... Ja, maar dat is maar ik zeg ook mensen... niet dat ik dat zou doen. <laughs> Nieuwe documentaire. Maar, <lacht> <lacht> Beto <laughs> follows ja. Ik zou dat ook niet meteen doen, maar ja. dieren zijn slimmer dan we denken. Ja. Ze willen niet gewond raken. Ja. En als jij gewond raakt door iets wat je niet kent, dat je denkt van... Ze hebben dingen in hun hand, ik weet niet wat dat ding is. En met z'n ja. vijf, ze rennen op me af, is raar. Ik neem geen risico. Ja. Ik loop weg. Ik... ik... Ik, ik calculeer ook. Hij heeft meer tanden dan ik. Hij bijt harder dan ik. Hé. Hey, hey, ik... Hij bijt ongeveer 40 keer zo hard als jij. Dat ik bedoel? Dus, dus ik hoef dit Dat niet. niet. Het nee, hoeft niet. Nee. Ik neem een extra lens waardoor ik op 20 meter nee, afstand... Nee, je, je hebt geluid. <laughs> Luister, ik heb ooit... Heb, toen ik bij vijf zat, had ik een jongen aan de telefoon. Die was in... Ik geloof in Zambia of zo. Ik weet niet meer. Ja. Was hij gaan zwemmen. Ja. Had de krokodil hem letterlijk gebeten in zijn bil. Mijn eerste vraag was... Maar... Wat? Ja, je zwemmen waar krokodillen zijn. Ja bro, ik, luid, ik Ja, maar ze zeiden, nou, zeiden dat het niet zo gevaarlijk was. Nee, het blijkt dat het wel gevaarlijk is. En niet alleen, kijk, je hebt het overleefd. Je hebt ja. muscle. Ja. Want als ja. die krokodil in zijn death roll gaat... dan was je echt een pineut. Dan draait die krokodil draait om zijn as. Ja. Want een krokodil kan niet, kan niet kouwen. Die, die, die bijt en scheurt. Ja. Maar dan gaat hij om zijn as... om zo vlees van je af te trekken. Ja. Hij heeft alleen gebeten en geproefd... en gedacht, nee, niks voor mij. Niet lekker. Hij heeft mazzel. Ja. Hij staat alleen een gewond aan zijn bil. Ik zeg maar, los van, van die krokodil. Die bacteriën uit zijn bek. Mm -hmm. In jouw lijf. Ja man. Hé. Hey. Ja, maar ik heb dat met haaien. Dan hoor ik mensen... Ja, dan ga je in een kooi. Oh, dat wil ik ook komt wel. een haai op Ik je wil af. dat ook. Wil je? Oh, met een, wit, een witte haai. Nee man. Nee, nee, nee. nee. Een witte een... haai in ja. Zuid-Afrika. Oh, wil je dat echt doen? Ja. Nee man. Ja. Man. Hoe vaak... Zie je dat, dat, dat zeg maar dat ding? Hij zei kapot, geen zwarte mensen daar. Zeg geen zwarte mensen, bro. Eerlijk, eerlijk, eerlijk. Hoe vaak kijk ik naar die beelden? Denk ik. Maar waarom doe je dat? Ja. Mm. Maar, we hebben het geleerd, bro. Like, we gaan niet. Kijk, heel simpel. Dat is zijn territorium. Mm -hmm. Hij is een mensenhaai, witte mm -hmm. haai. Heel groot. Ja. Als er iets fout gaat met zeg maar de kooi, ben ik weg. Mm. Ik kan niet vechten met hem. Want één hap, arm weg, ander arm weg. Maar wat is die kick dat je wil, Humberto? Als ik vandaag hier weg ga en ik, ik steek over, kan die auto me ook slaan. Ja, maar kijk. Dat is zeg maar door. Ik snap je vo volledig. Maar dit is het opzoeken. Mm -hmm. In een kooi. <laughs> In een kooi. Maar nee, FC. Ga je dat echt doen? Ik denk dat ik het wel ooit ga doen. Nee. ja. Mm -hmm. Je kind gaat het doen. Het lijkt kunnen. me ook leuk om met orka's te zwemmen. Hou op, maar. Luister, ik zag bij NOS Stories, laatst <laughs> een of andere vissersboot en ik zag orka's erop afkomen. Ja, die vallen als aan, ja. 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 En Orka's zijn nog next levelder dan. Ze zijn hele intelligente dieren. Ja. ja. En die komen gewoon, eentje, dan pakt die andere. Nee. Dus Kijk, hebben, orka's, met... hebben in het wild nog nooit iemand aangevallen. Hoe is je dat? In, in, wel in, wel in, uh, in Aquaria hebben ze ook. Uh, ja, die Telekom. Nee. Heb je dat gezien? Maar luister, ik kijk zo'n documentaire en ik heb gelijk geleerd, ik ben gelijk geëducateerd, ik ben gelijk klaar. Nee, maar da, <laughs> da, 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 kijk naar. Ze, ze hebben nog nooit in het wild een mens aangevallen. Maar misschien leeft die persoon niet om het na te vertellen. Ook daar. Nee, maar ook daar. Ook <laughs> ja. omdat. Ze kunnen ja. alle kanten op. Ja, maar boe, ik, ik, een boe-shark is veel gevaarlijker. Ja, maar ik geloof gewoon in dit. Ik heb heel veel respect voor dieren en ik respecteer <laughs> hun. Maar wel, bl blijf daar. Ja, precies. Het precies. Ja. is dat zelfs <laughs> als dat iemand een grote hond heeft en hij zegt hij doet niks. Ik zeg maar, hoe weet je dat hij geen zin heeft in <laughs> aromaans vlees? Nee, maar, snap je, ik weet het niet. Dus ik heb zoiets van, I respect your territory. Doe maar weet je, je wat het gevaarlijkste dier is ter wereld? De mens? Los van de mens. Uh, het gevaarlijkste dier. De mug. Echt? Malaria. De mug. Ja. Dus wij, zelfs slangen. Ja. Kijk, je kan echt pech hebben, want met, worden echt mensen, met, worden echt mensen worden gebeten, ook door slangen. Ja. Ik heb ook slangen gefotografeerd. Labaria bijvoorbeeld, uh, in Suriname. Maar je blijft wel weg van de boa constrictor. Nou, dan <laughs> heb ik wel een mooi verhaal voor je. Het <laughs> is echt een mooi verhaal, dit. Uh, ik was in Cabalebo. Ja. Waar is het? Cabalebo is in Suriname, het okay. is dus, uh, uh, halverwege ongeveer. Schitterend natuurgebied. Ja. Je kan alleen komen met een vliegtuig daar. Ja. En vervolgens ga je op een boot en, dan ga je, en daar gingen we ook zoeken naar de Jaguar. Ik kom aan in Cabalebo af en toe heb ik contact gehad tegen me en zeg: Volgens mij ben ik in die periode ook daar. Freak vonk. Ook in Cabalebo. Dus nou, we praten. Hé, hey, Freak. Hey, hij was net gebeten in zijn neus uh, door een. Die was levels, maar hij heeft echt lef. Hij, deed, hij, hij was op zoek naar een anaconda. Een anaconda voor wetenschappelijk onderzoek. Ja, ja, ja. Want Freek doet wetenschappelijk onderzoek. Dat is wel interessant trouwens wat hij zei. Want hij zei, het is zo interessant. Want hoe komt het dat anacondas in verschillende gebieden in Zuid-Amerika allemaal andere kleuren hebben? Ja. De ene is meer bruinig, de andere meer groenig, de andere meer... Ge dus ze wilden heel erg graag weten of, het, uh, of, of ze familie waren van elkaar, hoe het DNA in elkaar Dus ze zochten ook nog, alleen voor Suriname hadden ze nog geen Anaconda gevonden. Oh, wow. En dat deed Freek. Ja. Dus hij zegt uh, toen wij de eerste dag zijn we aangekomen daar, ik zeg tegen Freek, hey Freek, als je een Anaconda ziet, zeg het tegen me. En hij zegt tegen, eh hey shit, ik moet. Oh ja, nee. Dus uh, als je Anaconda ziet, um, zegt hij tegen mij, neem hem voor me mee. En ik zeg tegen hem: hé, Freek, en als je een Jaguar ziet, laat het me weten. Dus wij varen. Tien minuten later: Anaconda. Ligt gewoon bij de oever. Op een boom. Onze gids, de droompiloot, Jean-Pierre, is namelijk ook een slangen- en kikkerspecialist. Ik zeg: Oh my god, Jean-Pierre, kijk, 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 Anaconda, kijk, kijk, Ja, ja, Draai go, draai -go. Hij zegt: ga er naartoe, ga er naartoe. Ik zeg: Wa, wat ga je doen? En hij zegt: Ga, 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 ga het pakken. Hij heeft die anaconda gepakt. Hij kan met slangen omgaan. Wat wow. ik niet wist: een anaconda, als hij uh, zichzelf verdedigt, ja. laat hij een soort. Wit spul laat hij los. Oh. Laat ik zeggen: het lijkt op bodymilk. Ja, ja. Melk, het lijkt op melk. Ja. Komt zo. Het stinkt! Ja. Het ruikt alsof iemand. Hoe ga ik het zeggen dat je het echt begrijpt? Je moet je voorstellen: iemand heeft al minimaal drie jaar zijn bil niet gewassen. Oh. Zo ruikt het. Oh. Dat komt en dan op je kleren. Al, het stonk! Yeah. We hebben die Anaconda gepakt. Hij heeft hem om, om zijn arm heen vastgepakt. Hij wist precies hoe je moet vasthouden: dat je hem ook niet beschadigt, wat, wat dan ook. Yeah. Wij varen terug. Ja. Yeah. Dus Freek is aan het vissen. Want Freek denkt, ja, ik ga geen anaconda vinden. Hij was al vijf dagen bezig. Hè? En tien minuten. En kom komt aan. Ik zeg, Freek! En hij zegt, niet! Niet! Ik zeg, ja! Oh, wauw. Ja! Nee! Anaconda, Freek! Anaconda! Wauw. Nou ja. En hij heeft een wetenschappelijk onderzoek gedaan. Anaconda weer op exact dezelfde plek losgelaten daar. Hij had alleen een paar schubben nodig en een beetje bloed. Die anaconda weer losgelaten. Wauw. Zo zie je maar. Het lot. Het lot bracht je ja, met de anaconda. Ja. Maar dus, dus, nee, maar ik vond dat heel mooi. En als je ziet hoe, je hoe Jean-Pierre uh, die, die, die anaconda vasthoudt. Ja. Je bent Jean-Pierre, man. We zien you man. Jean-Pierre Fiera. Hey, top, hoor. En iedereen moet nu sowieso... want Dit is belangrijk. Mensen moeten die ook checken. Uh, je ja, zoekt toch naar de Jaguar. Ja. Ga ja. checken. Uh, want je krijgt ook Suriname ook te zien. Ook op de, ja, de dat vond ik echt wel mooi. Kijk, ik, mij, mij, ik, ik wilde, wij wilden, wij moet ik zeggen, want we hebben het met elkaar gemaakt. Maar wij vonden het heel belangrijk. Ik zei: Weet je wat, wat, wat mij mooi zou lijken, Dat zei ik wel? Wat mij mooi zou lijken is als je het documentaire gezien hebt. Uh, dat er twee emoties zijn die je overhoudt. Uh, misschien moet ik het aan jou vragen. Wat heb jij overgehouden? Um, wat, wat, wat mij sowieso pakte, was uh, hoe, hoe bewogen je was met het onderwerp. Uh, de realisatie dat zeg maar bepaalde dingen nog steeds hetzelfde zijn, dat ze in stand worden gehouden. Dus zeg maar onrecht. Uh, weet, je, je ziet op een gegeven moment, weet je, jij vraagt op een gegeven moment, je zegt van ja, mijn zoontje is op zoek naar dit, dit, dit. Mm. En dat je die slagtanden gewoon krijgt bij vier, vijf verschillende winkels waar je komt. En dan de realisatie van dat die wildlife crime gebeurt onder je neus. Dat je naar de officier van justitie gaat en jij komt met informatie, Charlotte Rickert. Uh, je komt met informatie. En je presenteert die informatie. En dan aan het einde van de docu had ik zoiets van. Hè, maar hoe nu? En als je aan het einde van de docu, dan bel je die officier van justitie en je zegt, maar jullie doen nog steeds niks. En dat was het onmachtgevoel wat bij mij is blijven hangen. Dat ik denk... Dus deze Humberto heeft dus twee jaar lang zeg maar, gewoon die docu gemaakt. Is helemaal daar naartoe gegaan om dingen aan de kaak te stellen. heeft aangetoond dat het een heel groot netwerk is... van zeg maar handelen in, 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 in dieren, in, in materiaal. En dat het soms zelfs verweven is met andere misdaden. Dus mensen die ook in de cocaïne of drugs zitten... Die, 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 weet je, die, die hebben waarschijnlijk daar ook ja. op een of andere manier mee te maken. Dus best wel diep. Dieper dan ik eigenlijk dacht. En dan... Ik voelde dat heel erg. Dus ik bleef met de emotie van... Wauw, gaat hij die jaguar zien? En wat vet dat, dat hij zijn droom kan waarmaken. Omdat, dat, dat herken ik. Ja. Dat je iets wil zien. En het, het, het ontastbare. Je zegt, blijf een spook. Want als ik je niet heb kunnen vinden... Ja. Dat betekent dat zij jou ook niet mag kunnen vinden. Vond ik een heel mooi persoonlijk iets van... Hey, blijf een mysterie. Blijf verstoppen. Blijf een spook in het bos. Uh, maar dat, ene, dat einde pakte me heel erg. Dat ik dacht van... Het onderrecht wat zeg maar, de Jaguar wordt aangedaan en waarschijnlijk nog veel andere dieren in de wereld. Ja, ja, ja. Dat daar. En ik, en ik was ook benieuwd, ik ook een van mijn vragen weer uh, naar jou toe. Van, hoe was het voor jou om zeg maar, die documentaire te maken? En aan het eind van de documentaire belde je die officier van justitie om te vragen: hé, hey, maar nou, kijk, kijk de, de twee emoties die, uh, die als uitgangspunt zijn eigenlijk zes woorden. Uh, de eerste is. Zou moeten zijn. Wauw, wat mooi. Die natuur. En de ja. tweede. En wauw, wat kut. The crime. Ja. En uh, toen we daar zijn gegaan, heb ik ook tegen mezelf gezegd. Ga zonder oordeel. Want alleen op, zonder oordeel ga je met, uh, open met mensen kunnen praten. Ja. Ik heb jagers en een veeboer die ook uh, jaguars heeft doodgeschoten. Gewoon 18, 19 jaguars heeft hij doodgeschoten. Maar. In die documentaire zie je ook waarom hij dat doet. Weet je, hij, Jack was eten zijn koeien op. Kijk, en ook zo'n officier van justitie. Wij weten gewoon uit bronnen. dat het gewoon een hele betrouwbare officier van justitie is. En dat ze echt het best doet. Uh, en toevallig. Uh, 13 juni vorige week. Is er, uh, zijn de tanden uit de winkel gehaald in Suriname. Oh, die zijn we weggehaald? Ja. Oké. Okay. Ja. Kijk, het gaat heel langzaam ja. gewoon. En daarom zeg ik op het einde. zeg ik ook. Er zijn nog geen zichtbare acties. Ik weet niet of er acties zijn. Want we zijn nu al weg. Ik heb wel mensen daar die gaan checken en kijken of daar wat gebeurt. En die winkels waar ik ben geweest hebben nog steeds tanden. Ja. Maar um, ik noem ze bloedtanden. Ja. Um, maar ik, ik weet niet. Ik weet niet of, of uh, wat er gaat gebeuren op welke termijn het gaat gebeuren. Kijk in Nederland naar hoe lang het duurt met strafzaken. Voordat ja. je uiteindelijk voorkomt. Dus, ik mag alleen hopen dat uh, die documentaire wat stof doet opwaaien. En dat weet ik, bij, dat weet ik 100% zeker. En dat daardoor uh, er iets verandert. Ja. Kijk, en, en je zegt het goed: het gaat niet alleen om de jaguar. Ik heb het heel erg over de jaguar natuurlijk, maar het gaat ook om uh, duizenden zangvogels. Elk jaar weer. Duizenden. Ik was in een natuurgebied en kom ik een man tegen die met zijn, uh, met zijn zangvogeltjes, andere vogeltjes, lokt eigenlijk. Ja. Die komen dan zitten op een stokje. Die, dan, dan, op dat stokje zit lijm. En dan pakken ze het vogeltje. En zo pakt die honderden vogels per jaar. En die verkoopt die. En die gaan in de kooien in Europa. Of in Amerika. Of in Azië. Ja. Maar als je dat blijft doen, ja. Ja, dan raakt het bos leeg. En eh, ik zei ook van, uh, hoe gaat het met die vogels? Hij zei, ja, het wordt wel moeilijker. Ja, vind je het gek? Dus, het gaat ook om vissen. Het gaat om haaien vinden. Het gaat om zoveel. Die jaguar is een symbool. En die Jaguar is een symbool uh, omdat het een sleutelsoort is. Als die soort wegvalt, vallen heel veel andere soorten ook weg. Ja. Nou, en daarom heb ik zo die focus gedaan op de, op de Jaguar. Mooi man. En wat is de volgende die je gaat. Uh, Goeie in de vraag, toch? Nou, ik, ik, ik zou wel heel graag. Ik heb hem al wel een keer gezien, en uh, gefotografeerd ook. Maar op één manier heb ik een fascinatie ook voor dat dier is een totaal anders. Is ook een, 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 een tegenstelling met uh, Zuid-Amerika en de Jaguar. De ijsbeer. Oké. Okay. Okay. Dus je gaat. Je gaat video weer bellen. Hé, hey, jongens, ik heb weer een geweldig idee. <laughs> um, ik heb weer een dier gevonden. Die moet je echt echt. Uh... Weer. Ja. ja. Wat is het met Nederland? Dat ja, is ook hier koud. Ja. En, uh... Nou ja, kijk, nu kunnen we kijken of mensen het ook. Ik kan het wel leuk vinden, jij kan het wel leuk vinden. Ik ben ja. blij omdat ik het mooi vind. Maar ik hoop dat kijkers het ook mooi vinden. Kijk, als, als, als niemand daarnaar kijkt op Videoland, als ze zien van nou ja, weet je, leuke Bertel, maar dit, niemand wil het zien. Ja, wie gaat daar dan geld in stoppen? Niemand. Daar... Hebben ze daar kijkcijfers voor intern van ja. oké, okay, het ja. moet een bepaalde. Iets bereikt hebben. Die en dan hebben was... ze niet met mij gedeeld, maar ja. ze hebben wel echt wel. Ze kijken echt wel of het een beetje aanslaat. Plus, deze documentaire is ook niet iets wat meteen moet aanslaan. Nee, dus, dus dit is, wel... is denk ik mond op mond heel veel. Mensen gaan het horen, gaan kijken. Van, ik wil, het is maar één uur, hè? Ja. Ik wil het toch wel zien. Ik hoor er zoveel goede dingen over. Ja. Dat hoop, ik hoop dat dat gebeurt, dat, ja. maar dat, dat weet ik niet. Maar vind je, ben je nu ook in de fase dat je gewoon, gewoon dingen wil maken? Want je komt ook uit de fase dat je kijkcijfers, hits hebt, succesvol dit, dat. dat ik merk nu dat je meer aan het, aan het maken bent voor jezelf. Want het is echt een eigen idee ja. wat je wilde maken. Zit je in die, in die fase nu van ik wil meer nu passieprojecten gaan maken? Ik zou het wel suf hebben gevonden als ik in mijn carrière, die best wel al lang is. Als ik uh, nog nooit zelf iets gemaakt zou hebben. Voor eigen rekening en risico. Ja. Heb je nou, het bewust uh, gedaan? Ja. Waarom? Ja, je kan het toch niet alleen maar maken wat andere mensen verzinnen. Je moet ook iets zelf verzinnen. Nee, maken. maar ik bedoel van... Nee, maar, maar bijvoorbeeld in al die jaren, zeg maar... Um, ik oh, dat... dat ja, dat zeg maar, ik merk dat de laatste jaren dat je meer bezig bent met passieprojecten. Nou, omdat ik, omdat ik daarvoor sport en de en, en, um, uh, talkshow... Ik heb 17 jaar verschillende sportprogramma's gedaan. Uh, bij de NOS, bij Eredivisie Live, uh, bij RTL. Ja, dan moet je gewoon bij een organisatie zitten. Want ja, die hebben gewoon de rechten. Uh, ik heb vijf jaar die talkshow gedaan. Ja, ja dit kan ook, maar op ja. nationale televisie. Ja. Heel ingewikkeld. Ja. Uh, ja en toen dacht ik van ja, maar het is wel mooi om ook zelf dingen te, uh, te produceren. Kijk, zo'n documentaire produceren was top. Uh, het, het boek Morgen Gaat het Beter met 100-jarigen, 100 mensen, 100 jaar en ouder. Een magazine met Suriname, Mijn Suriname. Dat zijn allemaal dingen die ik zelf geïnitieerd heb. Ja. En. Uh, ja, en als het dan ook nog werkt. Ja. 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 Uh, Danshow en Siggedome had ook zelf geïnitieerd. Ja. Maar niet met mijn risico. RTL heeft gezegd: dat gaan wij doen. Ja. Dat gaan wij doen. Ja. Wij geloven hierin. Anders had ik het niet kunnen doen. Want dat is echt een groot risico wat je daar neemt. anders. Snap je dus? Ja. Het was wel van al die jaren dat, dat ik in programma's zat dat het niet nodig was of zo. Ja. En ergens uh, voelde je nu van. Ik wil nu meer dingen maken. Dan... Nu word ik oud, dus ik moet. Nee, moet... <laughs> hele format voor <format. laughs> hey, hey, Ik word nu al 58 hè, dit jaar. Hè? Ja, maar bro. Black Dog dus, Pride, maar bro. Ja, maar ik ja, ja, me, ja. Dus ik moet een je beetje... Het er nog steeds uit als dat team <laughs> nee, ja, <laughs> Dus ik moet beetje... We kunnen nu de beelden terugchecken. Hey. Gewoon <laughs> bijna 60. Dus ja, ik nou, moet wel echt een beetje mijn best doen. Wat ben je daar überhaupt mee bezig met, 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 met live en met zeg maar met ouderdom en dat soort dingen? Nee, nee Toch iemand altijd die... Fit guy, nee, ja. Nee, ik ga, ik, ik heb last van hoicors nu uh, deze. Pokemon nu brood, valt vroeg, het vroeg, nog mee. Oogballen, jeuken, alle kanten. Nee, maar ik, nee, maar... hey, het is hey. niet te doen, man. <laughs> hey. Hoikors, hey. is Ja, maar echt, gewoon deze de hele ja. tijd Hè? Uh, huisje, huisje, huisje. Ik hoorde de beste pillen zijn die van de Lido, maar ik kan ze niet oh, vinden. Ja? Overuit verkocht. Dus oh, mensen zeiden dus een run op de Lido pillen. Ja, die hebben blijkbaar goede hoicors pillen, maar ik, we, mij werd vroeger gezegd van, ja, neem. Een, een spuit voor pollen en weet ik veel van tevoren. Dan ga je die anti... Ik zeg, blijf het spuit voor mij weg, man. man. Ik incasseer ik, ik, ik wel hooikoorts. Nee, maar ik ben bang voor dingen, man. Oh, God. <laughs> ik ben echt een Nee, maar dat is echt... Oh, mijn hemel. Dat is echt dus, niet dus, te doen. Nee, dus je bent niet bezig... Maar je sport wel veel, want jij bent wel... Nou, ik, valt, dus je mee. Gewoon, ik, uh, ik sport maar één dag per week. Echt? Looking good, bro. Maar wel met een, met een trainer. Oké, okay, wel een personal trainer. Jan-Martin en ik zijn echt al uh, vrijdag of zaterdag. Hé, hey, ja. push-ups, pull-ups. Hé, uh, ja. hey, uh, alleen joggen. We joggen niet. We niet veel tijd. boy. Ja, wel een beetje. Ja, ik ja. moet een beetje. Ik moet harder werken om hetzelfde te blijven. Bro, ik moet nog harder werken. Ik moet de gym weer vinden. <laughs> ik moet binnenkort. Heb ik nog gezegd? Ik ga de Nijmeegse vier vierdaagse doen, bro. En waarom ga je dat doen? Oh, ik weet het ook niet. Het, was, het begon met het een Het is vier uitdaging. dagen, hè? Bro, vijftig kilometer per dag. Dus besef, een man van boven de zestig. Charlotte Jan, die zei tegen me van... Ja, want hij hoorde dat ik over de uh, Dam-te-Damloop de sprak. Ik, toe, uh, ik deed toen mee aan de dam damloop want mijn, mijn ex-schoonmoeder stief ex -schoonmoeder, die kwam te overlijden aan kanker... en ik wilde ja. iets voor haar doen. Dus toen heb ik me dus laten verleiden... om aan die 16,1 kilometer hardloop van Amsterdam naar Zaandam... toen hebben we met z'n allen 100.000 opgehaald of zo. Dus dat was voor mij een zo. prestige. Dus ik was impressed met wat ik had gedaan... Dus ik zat een beetje te pochen, hij zei van, nou, ah, dus ben bent fit. Zeg, ja, toch. Hij zegt, ja, duurt toch mee, ik zei, hoeveel? Hij zegt 30 kilometer. Nee, vierdaagse. Maar deze guy denkt, vierdaagse, 30 gedeeld door 4. Nou, hoe denk je 30? Gedeelde... Ik weet niet, ik dacht vierdaagse, ik dacht, hij is boven de 60. Ah! Je weet wel, hij gaat niet meer doen. Ik ging hem onderschatten. Toen ik me had ingeschreven, en toen besefte ik dat ik dus ook nog 50 kilometer per dag moest doen. Dus toen besloot ik om voor Stichting Vonkel te gaan lopen en die doen even oh. voor... Uh, gehandicapte kids, uh, kinderen met een uh, uh, beperking die geen leuke dingen kunnen doen met hun gezin. Gewoon even een uitstapje voor het hele gezin. Toen heb ik gezegd: weet je wat, ik ga voor hun lopen en dan ga ik gewoon geld inzamelen. Dus, uh, dus ik dacht van: ja, als je iets doet voor mensen, als je iets moeilijks doet, doe dan ook iets waar een ander wat aan heeft. Hey, ik zeg je, ik vorige week heb ik uh, met uh, drie oudere mannen ja. uh, 20 kilometer gewandeld. Ja zelf veel, hoor. Fantastisch. Ja, het was heel, ja, wat is. Wel... Maar we hebben er acht uur over gedaan, hè? Oké. Okay. Want we gingen eerst, we gingen wandelen, we gingen we Tori praten, gingen liggen, bla 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 bla, gingen we wandelen, gingen we uitgebreid lunchen, gingen we wandelen, gingen we weer Zo. zitten. Wat een tijd, het was fantastisch. Ja. ja. Het ja. was echt geweldig. Ja, ik ben Joop ook... Alba, met Charles van Commenee en Michiel, uh, Michel Moed, ja. uh, drie echt en ik. Ja. Geweldig. Maar wat ik altijd veel wilde weten voordat we. Want... Gewoon hier een deel 2 van maken. Wat ik altijd veel wilde weten is van jouw time management. Leg mij uit hoe jij alles indeelt. Want zeg maar, dan heb je dus, vooral als we kijken, ook die de tijd, bro, vijf, vijf dagen in de week, Pieken, pieken, pieken. Dan heb je ook nog, weet je, dan doe nog uitstapjes. En dan heb je ook nog radio. En dan heb je ook nog. Volgens mij in de tijd van RTL-leden, daar deed je geen dag voor zitten. Nee, nee. Dus je manager was heel boos in die tijd, volgens mij. Je heeft ja. niets verdiend aan mij. Nee, dat heeft niks verdiend. Heel weinig. Uh, Vind ik maar echt maar wel was... knap hoor, dat heeft ze echt lang volgehouden, Meike. Dan zit ze die. nog steeds. Nog steeds, Meike Penny. Loyal. We zijn al 25 jaar. Wauw. Oh, nee, genoeg goed, op <laughs> <We> <laughs> al was genoeg vroeg, maar thuis op te krijgen. Haha. Hoe bet money long? <laughs> maar van nee, jouw time management, hoe, hoe deel je de. Er... Goede mensen. Het is cliché antwoord, maar echt goede mensen. Ja. Uh, redacteuren. Uh, weet je, mensen met wie je kan werken en die, waar je op kan vertrouwen. Waar je niet constant altijd zelf ja. aanwezig hoeft te zijn. Ja. En op de cruciale momenten aanwezig ja. bent. Uh, voor dat magazine doe ik met iemand die vaker magazines gemaakt heeft. Dus ik vertrouw ook ja. op haar expertise. Ja. En ik doe alleen mijn eigen saus eroverheen. Ja. Uh... Ook bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld. Dit is brief, maar wat je of privé, maar voelt je je kids? Weet je, gisteren was vaderdag. En ik voel me bijvoorbeeld soms schuldig. Uh, naar mijn zoontje. Want ik heb, ik heb een zoontje en ik heb een stiefzoontje. En zijn gewoon, ik heb gewoon twee boys. Mm. Ik ben soms. Weet je, dan ben ik, bouw ik mijn eigen studio. En dan heb ik een vision. En dan wil ik dit en dan wil ik dat en dan voel ik me soms schuldig omdat ik zo bezig ben en dan vroeg ik me altijd af van hoe het voor jou was want jij eerder, you was like all time aan het pieken dus ik van hoe heb jij ja. dat voor jouw kids zeg nou maar daarom uh... kijk ik, ik weet ik wil gisteren bijvoorbeeld mijn zoon uh, die, die golft. Mm -hmm. uh, dus ik was om acht uur met hem was ik al bij de, de golfbaan yeah. ik was vrijwilliger ouder dus ik moest uh, inschrijvingen en zo doen yeah. uh, en is hij, is hij bezig tot half drie drie uur ik ben bij die club gebleven de hele dag. Oké. Okay. Ik, heb, ik heb een boekje meegenomen. Ja. Ik ben gaan zitten op een stoel in een hoek. Ja. Ik ben mijn boekje gaan lezen en gewacht tot die klaar, want je mag niet meelopen. Ja. ja dus van acht uur s ochtends ja. tot half drie smiddags. Ja. Uh, en voor vaderdag kwam, uh, kwam mijn andere dochter kwam bij me eten. Uh, de middelste dochter was met, uh, met de moeder in uh, Berlijn voor school. Oké. Okay. Uh, dus je hebt gelijk. Het is ook. Ik weet dat Benjamin met name toen ik stopte met late night. Ik ging naar huis en ik was verdrietig en ik was, uh, ja, was wel heftig natuurlijk toen ik dat te, te horen kreeg. En toen zei ik dat tegen hem, toen zei hij, yes! Oh, mooi. Toen dacht ik, oh ja, natuurlijk. Dat ja. besefte ze. Nee. nee. Niet op die manier. Ja. Want ik was wel tot acht uur uh, minimaal thuis, altijd. Ik at thuis. Uh, dus, dus hij zag me wel veel thuis zitten ook, want ik deed veel vanuit huis toen ook in late-night-tijd. Ja. Uh, gewoon via app en via telefooncontact met de directeuren. Maar dat, yes! was echt wel. Hij wilde je gewoon vaker thuis hebben. Gewoon. Ja, hij, hij dacht van, uh, kan, mij, kan mij nog schelen van dat programma van jou. Ja. <laughs> Dan ben jij er gewoon ja. tenminste weer. Ja. ja. Dus. Nee, ik vond, ik vond het wel. Nee, ik vroeg me dat altijd af. Want ik, ook, ik heb meegeleefd ook dat ik dat zie. Weet je, omdat voor mij, zei mijn moeder ook, zijn moeder zegt, op het moet ze boycotten? Mijn moeder zegt, uh, Caribbean, hè? hij moet nooit meer. Gewoon tv-fun maken, hij moet naar Amerika, hij moet dat allemaal... Want yeah. Omdat mijn moeder zoiets van... Deze guy heeft echt iets heel tofs neergezet in Nederland. En dan uh, heb je een mindere periode en dan haal je dat van hem weg. Terwijl je ja. hebt twee, drie, vier goede jaren gehad. Vier? Vier goede jaren. En dan, en dan denk ik je bij jezelf, wow, er is bijna... In deze industrie of mediawereld is bijna geen van... oké okay, Yep, we got four good ones. We got one. Kunnen we niet. Snap je? Dus ik heb yeah. nooit begrepen hoe dat bijvoorbeeld voor jou was. Ik dacht van, want ik zag je, shout out of Fritz Spitsman, wat hij zei. Ja, nah, die kwam ook binnen bij mij. En ik zat thuis hè, en ik zag jou geëmotioneerd. Maar hoe was dat zeg maar voor jou? Ik heb heel veel mensen vragen jou van: Oh, Bert, hoe was dit, dat? En het verhaal vaker verteld. Maar meer naar de kern van: Ik wil weten van, waarom jij helde. Helde jij omdat. Afgelopen was of huilde je omdat je het gevoel dat je nog niet klaar was... wat je nog kon laten zien? Nee, ik huilde omdat ik me realiseerde dat het het einde betekende... van werk voor heel veel collega's. Die stonden achter de camera. De Mitch, waar ik nu nog steeds mee samenwerk... die ook nu mijn eindrecteur is... die was toen stagiair. Oh, toch? Ja. Hij was die guy die mij appte van... je moet een keer bij Umberto komen. Tof, die, was, die was stagiair. Ja. En Mitch zei op een gegeven moment... in uh, ik ging in een vergadering, ging het vertellen. Uh, want ik had het op vrijdag gehoord dat uh, RTL wilde stoppen met uh, ja. Late Night. Ik weet niet meer waarom eigenlijk. En volgens mij heb ik het op. Uh... Oh ja, het zou woensdag bekend worden gemaakt. Ja. En om ervoor te zorgen dat, uh, dat zo weinig mogelijk mensen het weten, want ik je belasten met een geheim, wat je helemaal niet wil. Ja. Dus heb ik het verteld aan de mensen op de, op de ochtend, dat ik het zou vertellen aan de mensen thuis. Ik ah, en toen zei Mitch in die vergadering... En zei: Ik vind niet dat Humberto dat alleen moet doen. Iedereen moet... Uh, ieder, ik, ik, ga, ik ga naar de studio vanavond. Wie gaat mee? Iedereen gaat mee. Mooi. En ik, ik sprak dat uit. En toen zag ik ze achter de camera staan. Want ze wisten, oké, okay, hij gaat nu wat zeggen. Ik had ook niks opgeschreven. Ik zei, ja, ik weet niet wat ik ga zeggen. Ik, 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 uh, dat zie ik dan vanavond wel. Ja. En toen zag ik ze en dat raakte mij. En daarom helde ik. Want je ziet, in eerste instantie praat ik, zeg het gewoon. Ja. Ja. Maar ik zie ze staan naast de camera. Ze kwamen al allemaal bij die camera de... ja. staan en die zaten echt op te kijken. En ja, die werden ook emotioneel. En, ja. en dan realiseer je. Ja, maar het is, ook, het is niet het einde alleen van Late Night en van Berto. Ja, het zal wel. Maar werk voor al die mensen. Wauw. De verantwoordelijkheid. Ja. En, 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 en je, Want nu doe je weer een talk zo. Umberto ja. onder je eigen naam. Ja. Heb je tot het eerst gezegd: luister, ik het weer doe. Onder mijn eigen naam. Ja. ja, ik, ik dacht dat, toen ik jouw naam zag, dacht ik... In dat gesprek heeft hij zeker eens gezegd... Nou jongens, ik, uh, ik wil het doen. Maar... Nou ja Ik moet ook zeggen, Peter van der Forst en Ellen Meijersen... Die, die, die hadden me gevraagd en die, die vroeg ook van... Hoe moet het, het heten? Oh, Berto. zeker ja. We hebben Bo, we hebben Ienec. Ja. Hoe moet het, het heten? Ja, Bertel, dat is logisch. Bertel. Maar heb je ooit... Heel kort vragen Heb je ooit... Want ik kan me voorstellen, het is dus hetzelfde als 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 als, uh, als je ergens stopt met met werken, whatever, dan wil je daar niet meer geassocieerd mee worden. Maar had je op een gegeven moment van toen je weer met een nieuwe talk show begon of kon beginnen, mm. dat dus je dacht: moet ik dit weer doen? Tuurlijk, tuurlijk heb je twijfels. Maar weet je, we hebben het, het, was, het was heel mooi juist, omdat ik uh, de vraag was: uh, ja, zou je elke zondag willen doen en vervolgens kwam de zaterdag daarbij? Uh, maar nu in het najaar uh, is het dus tien weken lang dagelijks. Ook omdat Eva zwanger is, maar ook ja. omdat RTL gewoon eigenlijk uh, met z'n drieën wil gaan doen. Ja. Dus. Ja. Back again. Dan zit je er weer. Ja. <laughs> nee, ik vind het goed om je weer te zien op tv, man, bro. Doe je ding. En, uh... Ik ben blij hoor om het weer te doen. Want ik, ik heb een mooi team en we hebben mooie dingen kunnen maken. En ik, ik, ik hoop dat het, uh, dat het aanslaat. Alleen je weet het niet. Ja. Je weet het nooit. Ja. Je weet het niet. Het is. Het is uh, uh, die zaterdag en zondag uh, zijn goed gegaan, eigenlijk. Uh, Scoorden eigenlijk uh, prima. Ja. En nu. Je hebt meer concurrentie. Je hebt MVi. NVI, je hebt N-Lubach en. Snap je? Dus het, het is. Het is gewoon een andere wedstrijd. Ja. Maar je hebt de wedstrijd al uitgespeeld, bro. Je moet gewoon fun hebben. Je moet gewoon ja, mee, je dat moet is, ik denk dat je nu zo op het punt bent dat je having fun. En voor de prijs hoef je niet te doen. Je hebt al geschiedenis geschreven. Wat ik zeg voor heel veel mensen van kleur, ben je ook een voorbeeld. En ook mensen zonder kleur, ook jouw ambitie en je doorzettingsvermogen. Maar dat, is, dat onderschat, onderschatten mensen ook. Iedereen kan pieken, maar hoe ga je om met de dalen? Snap je? Hoe ga je om en, met en je met... weet, die komen ooit. Sowieso. In ieders leven komen die ooit. Ja. En daar moet je mee omgaan. Ja. Um, ik dus, ja. nee maar, shout out voor die. En uh, sowieso tof dat je ja, in, mijn, in mijn eigen talk zult Ja, je bent, jij bent goed bezig. Real oh. Talk Fernando is echt uh, top. Ziet er goed uit. En ja, ik, ik hoop dat je. Nou, weet je, dat is mooi. Als jij mensen met dit, dit soort gesprekken, niet alleen met mij, met, met anderen met name, uh, mensen daardoor een voetsteuntje kan, kan geven. Of uh, de wind onder hun vleugels kan zijn. Ja. Fantastisch. Ja. Zo zie ik het ook. Hè? Was altijd mijn, toen ik jou op tv zag en Oprah en al die mensen. Ik wilde altijd zeg maar, verhalen. Ik noem mezelf een storycatcher. Mensen vertellen verhalen. Ik wil ze vangen, etaleren. En ze delen met de mensen ja. om gewoon dingen te ja, leren. Mooi. En toen dacht ik: van ja, oké. Okay, eigenlijk wat ik zeg. Ik had een vision. Talk op tv. Mensen zien die vision niet. Van Hoe zie je het voor je? Ik ben weer zo'n guy. Maar dan bouw ik die studio gewoon zelf. En een, en een bankenplatform. Want in principe, ik app en bel de mensen zelf. Soms zeggen mensen: heb je een heel redactie? Uh, nee, alleen ik heb mijn telefoon. Snap je? Dus het is een beetje weird als je erover nadenkt. Op... Nee, maar het is knap. Beetje... Het, is, het is niet makkelijk. Het is, kijk, niet alles wat je ziet is. Uh, in Suriname heb je een mooi, uh, mooi spreekwoord. Uh, dus niet iedereen die met zijn tanden lacht is, is altijd gelukkig. Ja. Er zit meer achter een mens. Ja. En dat geldt ook voor zo'n productie. Er zit meer achter voordat je überhaupt hier bent. En uh, soms denken mensen daar wat makkelijk over. Ja. Het ja. en, en, is uh, niet zo makkelijk. We hadden over ja, nog een gesprek over prijzen. Ik heb zeg maar... Mensen die mij goed kennen weten dat ik een obsessie heb met prijzen. Mm. Omdat ik om een of andere reden altijd denk... Ja, maar als ik die prijzen niet heb in mijn vakgebied... dan tel ik misschien niet mee. En dan heb ik altijd boze mensen om me heen die zeggen... Fernando, weet je wel wie jij bent en wat je allemaal doet? En hoe me... En dat is heel raar. Herken jij dat? Zeg maar dat, 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 dat? Je hebt genoeg prijzen, maar ik bedoel... Vind je of en Ibrahimovic een goede voetballer? Ja. Nog nooit Champions League gewonnen? Zeker. Ja. Maakt dat een minder goede voetballer? Nee. Je moet je, je moet je carrière niet laten afmeten alleen aan prijzen. Ik, ik heb nu makkelijk praten, want ik heb ze gewonnen. Ja. Dus eerlijk gezegd is het nooit een ambitie geweest om prijzen te winnen. Geen fotograferen was het wel een ambitie. Toen wilde ik heel graag een prijs winnen. Ik heb nog nooit een fotografieprijs gewonnen. Ik ben genomineerd geweest wel en uh, New York Times inderdaad, maar uh, maakt dat de lol die ik heb in fotografie minder? Nee. Ja, nee. Mooi gezegd. Nee. It's the passion. En daarom doe ik dit ook. Jij moet gewoon je moet jezelf zien als slaat dan. Ja, maar <laughs> ik ben Nando. <laughs> Fernando Fiets. Nee, ja. Fernando Fiets. <laughs> Zo toch? Nee, maar alleen maar love naar jou. Thanks dat je wilde komen. Heel graag gedaan. Uh, je bent altijd welkom, mocht je dingen willen bespreken. Zeg aan mijn platform, is jouw platform. Ik wil dit. Als een platform waar mensen ook hun gesprek voeren. Maar je moet alleen maar dingen komen vertellen als er echt iets te vertellen is. En nu had je iets te vertellen. Bro, zelfs als je niks hebt te vertellen, heb ja. je niks meer om te vertellen. <laughs> we kunnen over alles praten. We kunnen praten over water. We kunnen praten over. over weet je, het is met, met conversations. Uh, ze zijn het meest puur wanneer ze gewoon gaan over niets. En dat klinkt heel gek. Maar de meest pure gesprekken, die lopen gewoon. Ja. Wij kunnen puur nee, over, over muziek praten. Nee, dat klopt, wat dat, niet klopt, is. dat klopt. En daarom gaan mijn interviews altijd over, zeg maar. Hoe gaat het nu met je? Snap ja. je? Dan ga ik altijd vragen stellen die ik bijvoorbeeld in mijn hoofd heb gehad. Hmm. Toen ik TJ Jackson daar had, de neef van Michael, ging een vraag van: Kijk, maar hoe deed je dat toen je dan. Uh, weet je, dan ga ik terug in de tijd van: Hoe deed je dat toen je de voogdij kreeg over zijn kids? Hoe heb je dat gebalanceerd? En dan ging hij uitleggen: van... Ja, ik had moeite met mijn eigen kinderen, omdat zij hadden het gevoel dat ik te veel aandacht gaf aan de kids van Michael, omdat ik me over, over hun moest ontfermen. Het zijn hele diepe gesprekken over hoe iemand in het leven staat. En dat is bij jou van. Mensen zien de successen, maar weten niet waar je vandaan bent gekomen. Maar nu maak ik ook je eigen producties. Je gaat naar Suriname, je fascinatie voor fotografie. Dit kan misschien iemand anders weer inspireren. die ook iets doet, of die iets wil doen. Hé, hey, maar wacht even. Bij heeft ook nog steeds drive en motivation. En dat is waarom ik zeg maar, ik deze talkshow-podcast in mijn zet. je hebt nooit een garantie op succes. Nooit. That's why you gotta have fun. Je hoort het! Humberto Tan! <laughs> een van de beste presentatoren van Nederland in de beelden. Inspiratiebron. Uh, als je dit een tof en leerzame, en waardevol gesprek vond... like, subscribe, deel het met je broers, je zusje, je kat, met je jaguar. Wees je lief voor alle dieren. En um, support en check sowieso die video documentaire van Humberto. Hij heeft hem zelf gemaakt. Support the movement. En als je wil reageren, reageer. Alleen maar liefde. Als je liefde hebt, moet je gewoon delen. Want liefde delen is liefde vermenigvuldigen. Toch? Alle haters... Name a chill pill. Relax, relax. It's real talk, the realest conversation. Fernando, good vibes only.